Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Getuige is verdwaald. Er komt kruipend rond. Ik hoor het. Goedemorgen iedereen, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Span. Meneer Span, goedemorgen en welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Dank u. Zoals u weet doen wij onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van coöperaties. Ook naar incidenten die daar plaatsvonden. Zodat wij straks kunnen zien wat er nou gebeurde, hoe dat gebeurde en wie ervoor verantwoordelijk is. En vandaag concentreren wij ons vooral op de casus van woningstichting Geertruidenberg. Dat is opnieuw een casus nadat we ook Vestia en Woonbron en een aantal andere casussen specifiek hebben onderzocht. Doen we dat nu ook weer met woningstichting Geertruidenberg. Dat alles zal ons hopelijk in staat stellen om een blik te krijgen van de hele sector. We hebben ook werkbezoeken gebracht aan coöperaties waar geen incidenten zijn voorgevallen. En dat heeft onze commissie gedaan om al die incidenten die we nu onderzoeken, zoals in Geertruidenberg, in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Zodat we echt een compleet beeld krijgen van de hele sector, waar immers ook veel dingen goed gaan. Meneer Span, in dat verband wordt u zelf vandaag gehoord als getuige. En dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Gaat u staan alsjeblieft. Wilt u mij nadoen en de voorste twee vingers gesloten opheffen? En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. U staat onder ede, meneer Span. Neemt u plaats. Goed. Ik verzoek u de microfoon continu aan te laten staan, meneer Span. U laat zich bijstaan door uw advocaat, de heer Bill. Ik wijs u erop dat u zelf antwoord dient te geven op onze vragen. Dan houden we daarmee de orde in de zaal. We gaan beginnen met het openbaar verhoor. En ik geef meteen het woord aan mevrouw Hashi. Ja. Meneer Span, u bent 17 jaar directeur-bestuurder geweest van woningstichting Geertruidenberg, WSG. Ik zal ook voortaan spreken over WSG. WSG is een kleine corporatie die aanvankelijk succesvol groeide, maar in grote financiële problemen is geraakt. We hebben over een woningcorporatie van ongeveer 4000 woningen.
WSG heeft na Vestia het hoogste bedrag aan saneringssteun gekregen, namelijk een bedrag van 117 miljoen euro. En relatief gezien zijn de financiële problemen bij WSG daarmee groter dan bij Vestia. In maart 2011 besloot de Raad van Commissarissen van WSG u uit uw functie te ontheffen en per 1 mei 2011 bent u ontslagen. Laat ik beginnen bij wat ons uit ons onderzoek is gebleken, dat WSG in 2011 ruim 750 miljoen aan leningen had. Dat is omgerekend een schuld van bijna 2 ton per woning. En dat is dus ook 5 keer zoveel dan een gemiddelde Nederlandse woningcorporatie. Waarom had WSG zoveel geleend? Ik moet dat denk ik meteen corrigeren. U heeft het over de situatie 2011, begrijp ik. Toen had WSG 750 miljoen euro om en nabij al leningen. Overigens is dat, deze situatie voltrekt zich een deel aan mijn gedachten. Want toen was ik er niet meer. Hè. Dat is mijn eerste opmerking. Twee, binnen die leningenportefeuille zitten grondposities aan commerciële ruimtes. Als je die elimineert, dan zit de boekwaarde per woning op een 140.000 euro. En dat is een normaal getal voor corporatiebezit die nagenoeg volledig bestaat uit nieuwe woningen. Dus je zegt een schuld van 114.000? 140.000. Zo om een ruwe schatting van mij, want dat zit dan, als je een uitdrukking zoekt met de waarde per woning, dan is die analyse een betere. Oké, nou, ze hebben het over 140.000 euro schuld per woning. Maar mijn vraag was, waarom heeft WSG zoveel geleend? Om die woningen te kunnen bouwen. Het waren allemaal kwalitatief hoogwaardige woningen. Overigens zijn er 4260 woningen. Als je die deels om gaat maken, dan kom je daarop uit. Om die woningen te kunnen bouwen. Het waren woningen van een 450 kuub inhoud, volledig voldoen aan de moderne eisen, duurzaamheid, geboden draaicirkels. Dus appartementen van gemiddeld 100 vierkante meter per woning. Als je die uitdrukt in die kijkgetallen, dan kom je op een zeer acceptabele gemiddelde kostprijs per woning uit. Wat vindt u ervan dat WSG als kleine corporatie toch wel bovenaan de lijst staat als corporatie met de meeste ruwe bouwgrond? Ja, dat is een ambitie die we als organisatie gedeeld hebben, samen met het ministerie, Rijk, provincies, om in uit te geven aan de bouwproductie. 100.000 woningen, het investeren in zorgwoningen, dat is gelukt. Maar zegt u daarmee dat alle grond die u aankocht een bouwbestemming had? Niet alle grond had een bouwbestemming, maar ja, dan moet je dat plaatsen in het perspectief van hoe dat er in elkaar zat. Het speelt zich met name op de schaal van Brabant en dan met Midden- en West-Brabant. Daar had je gebieden met een ontwikkelingskader rood, een ontwikkelingskader geel, transformatiegebieden. Het transformatiegebied heeft te maken met het feit dat daar woningbouw afweegbaar was en het rode contourengebied, dat was een nagenoeg zekere stedenbouwkundige situatie waar zo'n ontwikkeling plaats kon vinden. Mm-hmm. Binnen dat criteria voldoen bijna alle gronden daaraan. Kent u dit rapport van het Planbureau van de Leefomgeving? Nee. Want daar zie, dat is die zin die ik ook aanhaal, WSG de corporatie met de meest ruwe bouwgrond in haar bezit. Dus ruwe bouwgrond waarbij dus niet altijd een bouwbestemming aan vasthangt. Heeft u daar een reactie op? Ik moet even zeggen, ik hoor slecht hoor, dus ik moet af en toe de vraag herhalen. Dat is geen ongeïnteresseerdheid, want dat heeft met mijn gehoorcapaciteit te maken. In dat rapport, zegt u, wordt gesteld dat WSG, de woningcoöperatie, is met de meeste ruwe bouwgrond in haar bezit. En mijn vraag is, dat betekent dus bouwgrond waarbij dus niet een bouwbestemming aan vastzit. En wat is uw reactie daarom? Ik ben niet geïnterviewd voor dat rapport, dus ik weet ook niet wat ze precies bedoelen. Ik ken het rapport ook niet, maar dat heeft mij er ook niet voor belangen. Maar nog los van het rapport? Maar los van het rapport, denk ik dat over de meeste gronden waren onderhandelingen lopende om tot een vorm van bestemming te komen, dan wel hadden een bestemming.
Dan kan je onderscheid maken binnen dat risicoprofiel van een langer ontwikkelingsperspectief, was ook de prijs op afgestemd. Dus dat betekent gronden, dat er gronden waren die tegen de landbouwprijs aanhingen tot gronden die in de bestemming zaten en een andere prijs hadden. Als je die analyse terugtrekt en je pakt de gebieden die daarbij horen, dan heb je het over zeker 120 hectare, waar het risicoprofiel nagenoeg nul of goed beheersbaar waren, omdat die tegen de landbouwprijs of tegen de landbouwprijs aan zaten. Ja. Meneer Span, wat ons ook opvalt is dat WSG relatief veel koopwoningen bouwt. Waarom? Wat zegt u? Uit ons onderzoek blijkt ook dat WSG relatief veel koopwoningen bouwde. En mijn vraag is waarom? Dat de verhouding koophuur zat, denk ik, inschattend op 50%. En dat was nodig om kwalitatief hoogwaardige woningen voor de doelgroepen te bouwen. In relatie tot de opbrengsten van verkopen. En dat is tot 2010 altijd gelukt. Maar ook tijdens de kredietcrisis bleef WSG woningen bouwen. Terwijl in die periode gemeenten, woningcorporaties en andere projectontwikkelaars juist in de problemen kwamen, bleef WSG wel kopen. Kunt u dat toelichten? Nou, we namen alleen projecten in ontwikkeling op dat moment die kansrijk waren en waar de verkoop goed op doorliep. Waarom was de situatie anders bij WSG dan bij de anderen? Dat er wel gekocht? Ik denk dat WSG het ondernemerschap in zich had om die transitie te kunnen plaatsvinden. En feitelijk is dat ook zo. Ondanks de kredietcrisis. Het plan daarin, om dat specifiek te maken, als plan Principal. En die draaide in korte tijd in de plus. Dan is er ook meteen het risicoprofiel van. En andere grote plannen met grote risico's ken ik niet. Ja, maar ondanks de kredietcrisis, WSG zag daar geen risico's in. Onze producten waren zo goed en zo geweldig dat wij gewild dat wij tot aan mijn vertrek wekelijks woningen bleven verkopen. Ondanks het feit dat wij midden in de kredietcrisis zaten. Dus ook voor de koopwoningen zag u geen risico's? Want u zegt van we bleven verkopen. Nee, we waren in staat om tegen goede kubusprijzen bij zekere marktconforme grondprijzen onder de uitgifte een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren. En er was op dat moment geen aanleiding om ermee te stoppen, want het bleef succesvol. We verkochten niet per maand, we bleven per week woningen verkopen. Met op dat moment, wat bedoelt u daarmee? Het moment van mijn vertrek. Okay. Bent u nooit gewaarschuwd door anderen? Voor het feit dat de WSG grote grondposities had en veel projecten in voorbereiding had? Niet op een zodanige manier dat signaal hard bij mij aankwam. Uiteraard waren wij in discussie met WSW en Centraal Fonds om het beleid te wijzigen. Daar werd ook volop in uit aan gegeven. Maar grondposities in ontwikkeling in combinatie met het creëren van verhuurereenheden, daar waren we niet klaar mee. Ik denk dat er in Nederland nog niet klaar mee is. Er is op zich niks mis mee als je je risico's beheersbaar houdt. U noemt de WSW, het Waarborgfonds en de financiële toezichthouder, het CFV. Daar kom ik zo meteen op. Maar u kreeg verder geen andere waarschuwingen, ook niet vanuit de eigen organisatie, van de risico's die wellicht gepaard gingen met die grote grondposities. Nou, kijk, in de loop van 2009-2010 zijn we met z'n allen wel anders over risico's nagedenken. Er was ook een heel transformatieproces voor in gang gezet. En een nieuwe herijking op productie, verkopen, dispositioneren. En dat ging succesvol. Maar de kredietcrisis was toch ook in 2010, toen u nog directeur was bij... In 2008-2009 hadden wij er nog geen last van. Maar u had het net over 2010. Wat zegt u? U had het net ook over 2010, 2008, 2009. De crisis gaf volgens mij voor iedereen. In 2010 ontstond er een maatschappelijke druk die overigens wel tweezijdig was. Een maatschappelijke druk van het is crisis aan opletten. Anderzijds stond er ook nog een druk op productie en de productie op peil houden. Waar kwam die druk vandaan om die productie op peil te houden?
Stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid, stimuleringsmaatregelen van de provincie, initiatieven van gemeentes die iets waarden. Maar ook inhoudgevend kabinetsbeleid om productie te realiseren binnen zorg, wonen en zorg. Die budgetten werden nog steeds verruimd in die tijd. Maar zegt u daarmee dat ook in de kredietcrisis u de druk voelde vanuit bijvoorbeeld het Rijk om de productie, zoals u dat noemt, te laten draaien? Dus te blijven aankopen? Ik denk niet dat we nog extra aangekocht hebben, louter en alleen maar om een verplichting uit het verleden over hadden lopen. Ik moet hier wel bij zeggen van het exacte geheugen, want na verloop van 3 jaar iets minder betrouwbaar. Maar dat is even nu de beleving zo ik die heb. Ik ga u ook helpen om uw geheugen op te frissen. Want bijna de helft van de nieuwbouwproductie van WSG die bestond uit woonzorgcomplexen. Wat is de reden dat WSG zoveel woonzorgcomplexen bouwde? Dat is een groeiende doelgroep. Als je de wetenschappelijke cijfers, de statistische cijfers, zat daar samen met de start, is het grote knalpunt. Veel gedateerde woonzorgcomplexen met een nieuw idee hoe dat zou moeten. Een nieuwe taakopgave en een kabinetsbeleid die wij graag involgden en waar wij ook achter die ambitie stonden om in die sector te groeien en te investeren. U wilde ook veel verder groeien, want u heeft ook een brief geschreven in 2008. Volgens mij bestaat die ambitie nog, alleen op een andere manier. Oké, maar in 2008 vraagt u zelfs om een landelijke toelating bij de minister om dus in heel Nederland woonzorgcomplexen te bouwen. Waarom? Nou, als u veldonderzoek hebt gedaan, dan komt u erachter. De complexen waren toonaangevend. Er werd een tal van tijdschriften, publicaties werd erover gepubliceerd, werd het gepromoot. En de vraag in de markt van met name zorginstellingen om voor hun iets te betekenen, die nam explosief toe. Ja. Maar zag u daar ook risico's in? Nee. Als je de inhoudelijke... En om een aantal redenen. Met name op de schaal van Brabant is er een groeiende seniorenmarkt die ondanks kredietcrisis of niet, die loopt zeker door tot 2050. Dus dat transformatieproces zal ook niet stoppen, ondanks misschien een tijdelijke hik. Een statistische ontwikkeling van steeds meer ouderen, waar specifieke woningen voor ontwikkeld moesten worden. Dus dat is de ene kant van het marktspectrum. Overigens alles binnen de ambitie van willen presteren voor kwetsbare doelgroepen. Anderzijds waren de bekostigingssystematieken onder dit soort complexen interessant voor een corporatie, zijn ze nog, maar toen helemaal. Ik moet erbij zeggen, de transformatie naar aan het schrappen van ZZP's 1, 2 en 3 kon ik toen niet voorzien. Dat kon je niet voorzien? Met de ingang van het nieuwe kabinet gekomen. Oké, maar u zag dus destijds geen risico's, dat is voor ons helder. Nou, ik kan het nog verder uitleggen, want... Het is volgens mij wel duidelijk dat u geen risico's zag. Een opbrengst vanuit, of het nou ZZP, NHC of vroeger CTG-tarieven zijn. Dus alle gebouwgebonden kosten die je kan vertalen als huurprijs, die varieert van 1100 euro voor een lichte ZZP naar 1600 euro voor een zware ZZP. Ja, u hoeft het niet verder uit te leggen, meneer Span. Ik wil toch uitleggen van er speelt een brede discussie over risico's. Over dan speelde die toch in die groep van die 2000 nieuwe woonzorgcomplexen. Die waren er niet. Als ik u uitleg dat die woningen 1500 euro per maand opbrachten uit normatieve vergoedingscomponenten, dan snapt u wel dat die bedrijfswaarde de investeringen ruimschoots dekte. Ja, het punt wat betreft de woonzorgcomplexen is volgens mij helder genoeg. En ik wil toch graag met u verder naar de andere vragen die ik heb. U haalde net zelf al de financieel toezichthouder, het CFV, aan. In juni 2010 krijgt WSG van het Centraal Fonds te horen dat ze haar nieuwbouwplannen naar beneden moet bijstellen, omdat anders haar vermogenspositie in gevaar komt. Hoe heeft u dit signaal van het CFV ervaren? Vervelend, omdat in het denken van solvabiliteit, waar we 17 jaar gelijk op hebben gelopen, daar in één keer een hik kwam. Terwijl er inhoudelijk aan beleidsmatige kaders niks binnen WSG niks veranderd was. Wat bedoelt u met een hekel aan?
Inhoudelijk zijn de beleidsmatige kaders van WSG over het solvabiliteitsdenken en het berekenen van die solvabiliteit om die A-oordelen te krijgen. Mm-hmm. Niks veranderd was. Het was een wijziging binnen het Centraal Fonds. Toch hebben we daar loyaal mee willen werken, want ook WSG kan op dat stuk de markt niet verslaan. We hebben ook plannen van aanpak gemaakt om balans te krijgen tussen enerzijds groei en krimpende investeringen. Dus je zegt daarmee dat u het signaal wel heeft opgepakt vanuit het Centraal Fonds en dat u daarmee... Ik denk het wel. Ik heb in die jaren ook complexen die niet precies in de PMC pasten verkocht aan collega-corporaties die ze graag afnamen en overigens allemaal boven boekwaarde prijzen. Mm-hmm. En dat is één. Anderzijds hebben wij een grote dispositioneringsslagen gemaakt in... voornemens gemaakt in het verkopen van niet-core posities. De onderhandeling om dat te bereiken met partijen liepen al. En de eerste 35 miljoen stond op de rol om getekend te worden en afgerekend te worden toen ik wegging. Dus dat hele brede spectrum van dingen doen om aan maatregelen nemen om... om die nieuwe slag in de maatschappij aan te kunnen, die was ingezet. Ik wil een andere feit aan u voorleggen. In de vergadering van 22 maart 2011 ontneemt de Raad van Commissarissen u uw tekenbevoegdheid. Waarom was dat? Dat stukje weet ik niet meer. Ik noem het voor mezelf altijd een bureau stiekem kwam opdraven. En ik had die laatste 20 dagen geen grip meer op de processen. Maar u kunt zich niet meer herinneren waarom de Raad van Commissarissen tegen u zei... u mag niet meer tekenen als directeur-bestuurder. Nou, dat was op aandrang van het Centraal Fonds, denk ik. Maar dat zult u toch echt daar moeten vragen. Maar mijn vraag is aan u, u daarvan vond. Maar dat kunt u zich helemaal niet herinneren. Ja, ik vond het dom. Maar ja, goed, het is mijn persoonlijke mening. Wat vond u dom? Om deze maatregelen op deze manier zo te introduceren... terwijl die processen liepen, draaiden en... Ik verzag daar een imago-dreun die het bedrijf veel geld zou kosten, maar hij was voor mij niet beheersbaar. Maar goed, u kreeg dus vanuit de Raad van Commissarissen te horen dat u niet mag tekenen. En twee dagen later tekent u toch twee notariële akten. Als u die brief hebt gezien dat ik niet mag tekenen, ging dat over het aankopen van grondposities en dat had... niets te maken met het normale bedrijfsproces om woningen te verkopen. Het gaat mij om het feit dat u van de Raad van Commissarissen hoort dat u niet mag tekenen. En dat vervolgens u twee dagen later wel tekent. En dan begrijpt u dat mijn vraag is hoe dat kan. Ik heb een formele brief gehad hoe te handelen. 20 maart. Ja, en er staat aan dat ik geen capaciteitsuitbreidingen mocht plaatsvinden door middel van het kopen van grond of dat soort acties af te wenden. Stond daar niet in dat u niet mag tekenen? Daar stond niet in dat ik geen koopcontracten mocht tekenen voor woningen. Ik heb het toevallig gisteren nog zitten lezen. Dan ga ik verder met u in datzelfde jaar, 2011. Want in april wordt met u een beëindigingsovereenkomst gesloten. En per 1 mei eindigt uw dienstverband. En er komt ook een interim bestuurder, de heer Ruigrok, voor u in de plaats. Wat vond u van het besluit om hem aan te stellen? Ja, nou, het was een periode van schommelende emoties. En ik vond van alles. Ik vond met name de manier waarop het ging, vond ik erg onfatsoenlijk. Het had ook niet hoeven, want ik was niet gehecht aan het plus. We hadden een ordentelijke vertrekregeling vooraf afgesproken. Alleen in een 10, 20 dagen begon het er op allerlei manieren overheen te rollen. Als ik u zo beluister, was het voor u een donderslag bij heldere hemel dat u opzij werd geschoven en dat er een interim bestuurder kwam? Dat was voor u totaal een verrassing. Het werd eerst aangekondigd onder de vorm van dat ze zich zorgen maakten over mijn gezondheid. En dat ze daarom besloten hadden om de heer Ruigrok mede in dienst te nemen ter ondersteuning van het dispositioneringsproces. Is dat de reden geweest die ze u verteld hebben? Dat was de eerste mededeling. Vanwege uw gezondheid? Ja, goed. Dat was de mededeling die ik kreeg.
En dat staat ook op papier. En dat bleek later wat anders te zijn? Ja, begint er een keer er ontstond een onomkeerbaar proces. Op dat moment kreeg het door Jan van der Molen verstrekte curriculum vitae van de heer Ruikrok onder ogen. Werd hem medegedeeld van, hij heeft één slim motto, verlies is een emotie, cash is king. Inderdaad, dat gaat niet goed. Ik ga u even helpen, want in de eerste helft van 2011 wordt de jaarrekening van 2010 behandeld. En daarin wordt dus ook een recordverlies gemeld. Door afboeking van ruwe bouwgrond, tegenvallers bij projecten en woningverkopen. Hoe verklaart u dit? Voor mij niet te verklaren. Maar normaal, ja, op het moment dat je alle projecten stillegt, dan creëert dat enorme schade. Maar meneer Span, dit gaat niet om het stilleggen van projecten. Hier staat letterlijk afboeking van ruwe bouwgrond, tegenvallers bij projecten en woningverkopen. Dat kunt u niet afdoen. Ik snap waar u naartoe moet. Ik heb de jaarrekening 2010 niet meer samengesteld. Die is in juli, augustus 2011 pas gepubliceerd. Ja, daar zie ik allerlei systeemwijzigingen, schattingen, veranderingen. Mm-hmm. Die meer geënt zijn op, en toen begon ik ook het motto te begrijpen. Verlies is emotie, cash is king. En daar gebeuren dit soort zaken. Maar we moeten maar wel, het is niet meer aan mij om dat te beoordelen. Nee, maar we kunnen wel vaststellen aan de hand van dat van die jaarrekening dat er sprake is van een forse afboeking op bouwgronden en tegenvallende verkoop. Dat kan dat je die keuze maakt. Dat heeft ook dat is die aanloop naar die sanering. Dan komen er ineens andere keuzes, verplichte acties. Er staat ook in en allerlei beleidsstukken van het ministerie. Dat kan, maar ik weet het niet. Weet niet wat daar gebeurd is. Ik kan alleen constateren dat er een herwaarderingsslag heeft plaatsgevonden. Die voor de verantwoordelijkheid zijn van de bestuursgremia van dat moment. In datzelfde jaarverslag van 2010 wordt ook gesproken, en ik citeer, een gebrek van professionaliteit van voormalig bestuurder Peter Span. Ja. Is dat terecht? Daar heb ik hem ook op aansprakelijk gesteld. Op het moment dat hij dat schreef, kreeg ik ook een brede maatschappelijke ondersteuning. Gelukkig, vanuit mijn netwerk. Ik denk dat dat geen recht doet aan de geleverde prestaties in het verleden. Meneer Span, vanaf de tweede helft van 2011 gaat het alleen maar slechter met de financiën van WSG. Het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder, kent in 2013 een recordbedrag van 117 miljoen euro aan saneringssteun toe. Ik heb dat eerder aangehaald. En hiermee zijn de financiële problemen bij WSG nog niet eens opgelost. Rekent u zichzelf dit aan? Nee. Nee? Nee, er is een proces gestart. Er is een margenschade voor een bedrijf gecreëerd. Ja, dat leidt zomaar tot 20% verlies van een balanstotaal. Ja, in die relatie kan je ook gewoon die soort verliezen berekenen. Ik heb al gezien dat er allerlei stelselwijzigingen plaats hebben gevonden in bedrijfswaardeberekeningen. WSG heeft het altijd een fors bedrijfswaardeoverschot, ondanks een hoge boekwaarde gehad. Als er allerlei stelselwijzigingen doorgevoerd worden, dan kunnen dit soort verliezen berekend worden om stabiliteit binnen de kaders van het Centraal Fonds te krijgen? Ik weet dat niet. Ja. Komen zo meteen ik weet niet wat er gebeurd is. Meneer Span, we komen zo meteen nog even terug bij de exacte verantwoordelijkheid. Maar ik moet in ieder geval vaststellen dat degene die het overnamen bij WSG, het roer van uw overname, dat die toch geconfronteerd zijn met grote financiële problemen bij WSG. Volgens mij al een liquiditeitsprobleem, geen solvabiliteitsprobleem. Ik kijk naar mijn collega Oskam. Ja. Ik heb toch nog even een vraagje over dat ontnemen van die tekeningsbevoegdheid. Hè? U heeft gezegd, voor dat onderdeel, het aankopen, dat mocht ik wel doen en verkopen. Maar niet die grond, maar wel die andere dingen. Wat wij uit het dossier opmaken is toch dat die akte geantedateerd is.
En de vraag is, als u nou gewoon de goede trouw handelde, waarom wordt dan die datum veranderd? Nou, ik denk dat ik dat per ongeluk gedaan heb onder de stress van de tijd. Oké. Okay. Dus ook de goede trouw, zegt u? Ja, kijk, kan u zich niet voorstellen wat er in die tijd bij mij gebeurt? Ja, ik kan me er van alles bij voorstellen, maar het gaat erom hoe u het beleefd heeft. Wij kunnen het ook zo lezen dat u uw tekeningsbevoegdheid wordt ontnomen, toch tekent en dan rommelt met de datum. Dus dat kan natuurlijk ook. Er is geen enkel belang buiten als een transactie volledig in het belang van de volkshuisvesting. Gewoon het normaal verkopen van woningen die liquiditeit opleverden. Nou, ik snap wel hoe u erin zit, maar de vraag is natuurlijk of het proces goed is gegaan. Als de Raad van Commissarissen zegt, of Raad van Toezicht heet het bij u, niet meer doen. En u doet het toch, ja, dan... En aan de rand is ook uitgelegd, hè. Ook dat is de bedoeling. Dat moet je eigenlijk niet meer doen, want dan loop je grote risico's. Maar dat heb ik toch niet meer gedaan. Dus, okay. Maar op dat moment was kijk al onthand. Als ik er één ding van geleerd had, je moet dan ook op dat moment naar huis gaan en niet proberen nog iets te doen. Nee, maar u deed het met de beste bedoelingen, zegt u. Nou, een ander punt wat u net noemde was bureau stiekem. Dat triggert ons ook. Wat is bureau stiekem? Dat is... Ja, misschien heb ik het wel mis, maar dan noem ik maar Jan van der Molen die in één keer een scenario over mij heen stort. En dan denk ik dat had in normale gesprekken ook gekund. Dus waarom dit nodig is geweest, begrijp ik niet. Nee, dus u bedoelt eigenlijk een beetje dat er achter uw rug gekonkeld is om u weg te krijgen? Kijk, op enig moment. Ook nee, maar het is een vraag, hè? Dus op enig moment. De vraag is, werd achter uw rug gekonkeld om u weg te krijgen? Dat is wat u zegt. Dat mag wel duidelijk zijn. Ja. Kijk, van de week, soms heeft de parlementaire enquêtecommissie ook nut. Hè? Hoor ik keer het even zeggen, WSG bood alles weg, onder andere in corporatie. Ik kom uit hetzelfde circuit. Ik kan me eigenlijk namelijk niet zo'n situatie voorstellen dat er ooit gebeurd is. Wel andersom. Ja. Maar wij trekken onze conclusies pas als we helemaal klaar zijn met het onderzoek. Dus de kranten kunnen er van alles over schrijven en de tv kan er van alles over zeggen. Maar wij nemen pas een beslissing of een conclusie en we geven aanbevelingen als iedereen gehoord is en als het hele onderzoek klaar is. Nee, maar ik ga ervan uit dat dat misschien wel met de beste bedoelingen is geweest voor de volkshuisvesting in Nederland. Dan had dat ook gewoon 4 januari 2011 gezegd kunnen worden. Of misschien nog wel beter als ze dat van mening waren 10 augustus 2010. Ja. Want daar hadden wij geen conflict over gekregen. Okay. Nou, ik beloof u, meneer Span, dat we straks even op de rol van het Centraal Fonds en het Waarborgfonds terugkomen. Daar kunnen we uitgebreid over stilstaan. Eerst wil ik toch nog even met u doorpraten over de Raad van Toezicht. Want als er met de vinger naar WSG wordt gewezen, dan wordt er ook wel gezegd van nou, er was sprake van belangenverstrengeling bij die Raad van Toezicht. Omdat de toenmalige, in nieuwe tijd, zeg maar, de toenmalige voorzitter van die Raad van Toezicht ook directeur was van een zorgorganisatie, waar, en u heeft net aan mevrouw Hartje uitgelegd hoe dat zat met die zorgwoningen, waar WSG zaken mee deed. En de vraag is of dat kan, of u vindt dat dat normaal is, dat zo'n directeur, waarmee u eigenlijk wat een klant van u is, ook degene is die u moet controleren en die leiding aan u moet geven, die uw werkgever is. Ik denk dat het kan als die processen zich maar integer afspelen en met voldoende controle onderhevig zijn. Speel ik even advocaat van de duivel. Wie controleert dan die voorzitter van de Raad van Toezicht? Want die doet zaken met u. Die kan dat in zijn voordeel afwikkelen. Die kan het in het voordeel van WSG afwikkelen, in het nadeel van WSG. Wie controleert hem dan als hij voorzitter is van die Raad van Toezicht? Die controle wordt door tal van instanties binnen zo'n specifiek zorgproces uitgevoerd. Je hebt de commissie tarieven gezondheidszorg, je hebt de commissie sanering gezondheidszorg, je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de raden van toezicht, verschillende accountants. Die hele sector is normatief gestuurd. Dus het blijft per definitie transparant en duidelijk. En daar kan geen... in mijn ogen geen functievermenging plaatsvinden. Nee. Nou, dat het duidelijk was, dat is zeker duidelijk. Want een andere woningcorporatie uit de buurt, Allee Wonen, uit Roosendaal, die vonden dat niet zo'n goed idee. En die hebben daar een brief over geschreven. En die brief is in de Raad van Toezicht besproken. Daar zat ook die voorzitter bij. Wat vond u van die brief?
Dat vond ik een persoonlijk. De brief is gericht, die kwam bij de organisatie. Ik heb hem meteen doorgelegd. Dus wat dat betreft is helder en transparant. Ja. Die hebben wij. De Raad van Toezicht heeft die zelf afgehandeld. Persoonlijk vond ik het redelijk aanmatigend. Oké. Okay. Vond het een naaistreek, of niet? Ja. Ja. En hoe hebben zij het afgehandeld dan? Ik heb geen idee. Nee. En aan wie was de brief gericht? Was die aan u gericht of was die aan de Raad van Toezicht gericht? Je doet nou even uit mijn geheugen. Ja? Aan de Raad van Toezicht. Want ik heb hem daar ook heen gebracht. En dat is ook de reden dat u hem heeft doorgeleid? Ja, maar het is ook iets voor de Raad van Toezicht. Ja, dat zeker. Daar ga ik niet over. Oké. Okay. Nou, we maken een stapje verder. 2011, hè, dat was in het jaar dat u afscheid nam. Toen heeft WSG een forensisch onderzoek laten verrichten door Price, PricewaterhouseCoopers. En het onderzoek was gericht op het handelen van de bestuurder, maar ook op het handelen van de Raad van Toezicht. En nou ja, er staan natuurlijk een paar conclusies, dat is vaak bij dat soort rapporten. En daarin hebben de commissarissen gezegd dat met de wijsheid achteraf, dat ze eigenlijk strenger voor u hadden moeten zijn, kritischer hadden moeten zijn. Maar omdat, wat u net ook al zelf aangaf, hè, dat het lekker liep voor uw gevoel, dat de goede resultaten en ook wel het vertrouwen in de organisatie ertoe hebben geleid dat ze gewoon onvoldoende kritisch zijn geweest. Had die Raad van Toezicht nou zo veel vertrouwen nu? Voelde u dat ook? Nee, ik voelde een deskundige Raad van Toezicht goed prikkend op de zaken die aan meer dan voldoende kritisch waren op hetgeen wat we als onderneming presteerden. Geeft u dan eens een voorbeeld waar ze het u lastig hebben gemaakt? Ja, die kritische discussie die vond aan één stuk deel plaats. Nou ja, er zijn toch misschien wel voorbeelden te bedenken dat u zegt, nou jongens, we gaan dit doen met de club. En dat zij zeiden, ja, maar dat gaan we niet doen. Is dat gebeurd? Ja, er zijn in het verleden ook projecten niet doorgegaan vanuit die discussie. En wat was dan bijvoorbeeld de aanleiding om het niet door te laten gaan? Dat het risicoprofiel of de locatiekeuze of de strategie eromheen niet lekker voelde. Nee. Ik vraag het u ook, omdat ze het zelf hebben gezegd. Hè? Ze hebben tegen die onderzoekers van PricewaterhouseCoopers gezegd van ja, we hadden eigenlijk strenger moeten zijn. We hadden te veel vertrouwen in Span. Oh, kijk, dat de hele check and balances, de hele governance stelsels op dit moment leading is in de bedrijfsvoering en corporatiewereld. En dat daar een bepaalde vorm van erkenning uit ontstaat dat moet, daar snap ik ook wel. Ja. Alleen maar dat is bij de wetenschap van nu. Oké, okay, nou we gaan even naar de wetenschap van toen. Want er waren momenten dat u dacht van, ik ga iets doen, hè? Ik ga iets kopen en ik heb daar plannen mee en ideeën. Als er nou zo'n grondaankoop aan zat te komen, hoe informeerde u dan die Raad van Toezicht? Ja, dat liep via een hele stelsel. Dat begon bij een beleidsplan, tot begrotingen, meerjarenbegrotingen, jaarverslagen, tussentijdse informatievoorziening en specifieke projectpresentaties. Okay, maar later in 2010 zijn er nog plannen van aanpak en dat soort, omdat daar een trendbreuk qua beleidsvoering plaatsvond. Ja, nou is natuurlijk een kwartaalrapportage of een jaarverslag is vrij laat, hè? Ik wil even naar een concreet geval. Die cycli van informeren, daar zat nooit meer dan 2 maanden tussen. Er gebeurde er iets. En hoe vaak kwamen die mannen bij elkaar in de vrouwen? 1 keer in de 2 maanden of 1 keer in de 6 weken? 1 keer in de 3 maanden. Oké, okay. Dus iedere bijeenkomst werd wel de meest actuele stand van zaken besproken. En dan werd er ook naar onze beleving complete informatie, die ook een informatievoorzieningsproces, ja, functiescheiding onderhevig was. Ik ja. Maakte hem bijvoorbeeld niet. En daar kwam alles langs. Inclusief bijstellingen van begrotingen, meerjaren begrotingen in die tussentijdse informatie. Dat deden we niet 1 keer per jaar, maar dat deden we continu. En de daaronder gerelateerde gegevens werden ook continu door de organisatie bijgesteld. Wat was uw mandaat?
tot hoever kon u zelf beslissingen nemen zonder de Raad van Toezicht te consulteren? Binnen begrotingen kon ik veel. Overigens, altijd binnen een systeem van interne beheersmaatregelen en administratieve organisatie waar ik het niet alleen kon. Er moest altijd iemand meetekenen, of meerdere mensen. Ja. Maar stond er een bedrag in uw contract waar u zei van, nou ja, u kunt als directeur-bestuurder... Grond aankopen tot 2 miljoen gulden. Dat is later getransformeerd naar, zeg maar, zoveel euro. Ja. Nou heeft mevrouw Hartje net gezegd dat u veel in nieuwbouw deed, maar u kocht waarschijnlijk ook wel eens bestaande complexen. En hoe zat het dan? Moest u dan altijd toestemming hebben van de Raad van Toezicht? Ja. Althans, in mijn beleving is dat altijd zo gegaan. Oké. En heeft u wel, want u nam zelf het woord transparantie in de mond, heeft u altijd wel de Raad van Toezicht tijdig alle informatie gegeven die zij nodig hadden om met u goed in discussie te gaan en de juiste beslissingen te nemen? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik vraag het ook omdat in dat rapport staat dat een aantal voorgelegde besluiten eigenlijk nimmer aan de orde is geweest. Ik heb hier informatie achter staan, want ik ken het rapport helemaal niet. Nee. Ik moet zeggen vanaf... Ik vind dat wel jammer, vervelend. Want het gaat over u. En u bent ontslagen, u bent daar boos over. U heeft gezegd, nou, ik ben de man met ambitie, met optimistische plannen. U heeft heel veel goeds gedaan in uw ogen. Dan snap ik niet dat u zo'n rapport niet leest als dat over u gaat. Nee, ik moet dat rapport van de Raad van Toezicht, dus een aparte rapportage, heb ik niet gehad. Ik heb wel opgevraagd, maar niet gehad. Hè? Nee. Ik ken hem helemaal niet. Maar u zit ook midden in de rechtszaak, dus dat is toch lijkt me toch dat dat wel onderdeel is van zo'n procedure. Ja, ik heb voor mijn procedure heb ik nog 500 documenten nodig. Op allerlei manieren gevraagd tot aan de minister Turfus zeggen, ik kom bemoeien, maar ik heb ze niet gehad. Maar goed, het feit dus, is... Wat dat betreft kan ik u daar niet van informatie voorzien. Maar laten we geen doekjes omwinden. Feit is, u zegt hier, ik heb dat rapport niet gelezen. Daar gaan wij dan vanuit, hè, wat u zegt dat de waarheid is. Maar dan zeg ik u dat die Raad van Toezicht tegen de onderzoeker heeft gezegd dat een aantal besluiten nimmer aan de orde is geweest in de Raad van Toezicht. Terwijl zij vinden dat dat wel had gemoeten. En de vraag is of u dat beeld herkent. Als u de jaarrekening 2009 leest, het verslag van de Raad van Toezicht, staat er gewoon klip en klaar in dat ze alle informatie hebben gehad en alle tussentijdse informatie hebben vastgesteld. En, maar wie maakt het jaarverslag dan? Dat jaarverslag wordt door de controller opgemaakt. Mm-hmm. En, onder uw verantwoordelijkheid? Ja, natuurlijk alles. Okay. Ja. Nou, dan moeten ze dat jaarverslag moeten ze goedkeuren. Dat hebben ze misschien wel of niet gedaan. Maar waar het mij om gaat is dat die commissarissen met PricewaterhouseCoopers hebben gesproken. En hebben gezegd, er zijn beslissingen genomen door SPAN die aan ons voorgelegd hadden moeten worden. En ik zal maar meteen concreet worden. Dat heeft te maken met aankopen. En wat wij te horen hebben gekregen is dat u soms snel moest handelen. Dat hebben we ook wel bij andere directeuren gezien. Dat je snel moet handelen, anders dan gaat het aan je neus voorbij. Maar dat u dan contact had met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat die zei, nou doe maar. En dat het daarna nooit meer in die Raad van Toezicht is besproken. Natuurlijk ook. En daar balen zij van. In 2011 verklaren ze zelf nog dat ze alle projecten die opgenomen zijn in het plan van aanpak door hen zijn goedgekeurd. Ik heb niet dat verslag van de Raad van Commissarissen vergaderd, wel dat dat besluit genomen is. De verklaring, even kijken, bij aankomst besluiten, ik kan me eigenlijk bijna ook geen positie voorstellen, ook kleintjes niet hoor, die niet meegetekend zijn. Daar zaten ook alle documenten achter die door de organisatie gemaakt werden en voorgelegd werden aan de Raad van Toezicht door alle informatie stond en te verkrijgen was. Ik heb die informatie nooit aangeleverd.
gewoon het oogpunt van transparantie functiescheidingen, liep hij altijd via een andere in de organisatie. Maar dat zal me verder worst wijzen. Het gaat erom of zij het kregen of dat ze het niet krijgen. Want zij moeten de werk doen, toch? Ja, zij moeten controleren. Ik pak even de plannen van aanpak. Ik heb die ik dan nodig heb, staan gewoon alles in, hoor. En die stellen ze vast. Maar als het nou klopt wat u hier zegt, dan betekent gewoon dat die commissaris hebben zitten liegen bij die onderzoeker. Nou, dat geloof ik ook niet. Ik weet niet hoe dat tot stand komt of anders is. En wij hadden wel overigens... We hebben gewoon bij mijn functiebeoordeling in 2010 over 2009 afgesproken dat ik eerst prioriteit zou moeten geven aan de dispositionering en het verkopen van duurbouw. En ten tweede ook de informatieprocessen rondom projecten zou gaan veranderen en meer zichtbaar zou maken. Dus ja. Volgens mij was alles bekend. Maar dat is het punt waar wij ook mee worstelen, hè? Want die Raad van Toezicht... Die waren heel blij met u, hè, want ze zeiden de resultaten waren goed en het mooie ambities. En nou ja, er werd echt flink gewerkt. Hè? Er werd ook echt wel wat gedaan bij WSG. Maar uiteindelijk plakken ze het etiket op u met dat rapport. Wij voelen ons misleid, teleurgesteld en misbruikt. En dat zijn geen malse termen, kan ik u zeggen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel erg vervelend. Ja. Maar dit hoor ik nou ook voor het eerst, hè? Okay. Ja, ik zeg het u maar. Wij hebben dat zo gelezen. Nou, een andere belangrijke speler bij WSG is de accountant. En het mooie eigenlijk daarvan is dat u zelf accountant bent geweest. U bent ook bij WSG begonnen als accountant. En ja, dat is al 17 jaar lang geleden. Ik heb het niet onderhouden. Niet meer als globale ideeën. We gaan u geen controlevraagje stellen. Maar u bent wel als accountant begonnen bij WSG. U bent doorgegroeid naar directeur-bestuurder. Mevrouw Hartje heeft het al gezegd. En wat mij dan triggert, zeg maar, omdat u wel uit die hoek komt... of u zelf extra kritisch bent geweest bij het aannemen en selecteren van de huisaccountant bij WSG. Ik heb de huisaccountant niet geselecteerd. Die is... Die was er al. Zegt u? Die was er al toen u... Deloitte. Ja, nee, dat snap ik. Maar toen u directeur werd, was Deloitte al was in huis. Was al, ja. Maar goed, u kunt ook met de accountmanager van Deloitte zeggen van... Nou ja, ik wil die. Of het is toch wel belangrijk wie daar rondloopt bij WSG. Maar daar heeft voor zover ik kan beoordelen, wel wisselingen plaatsgevonden, hè? En heeft u zich daarmee bemoeid? Omdat u natuurlijk ook wel een beetje verstand van de materie heeft. Nou, niet echt. Hè? Niet echt? Maar ik denk niet dat dat een zichzelf respecterende accountantsorganisatie van deze omvang zal toelaten. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, in die wereld van die woningcorporaties gaat het ook om het signaleren van financiële risico's. En die accountant die heeft daar een belangrijke rol, omdat hij natuurlijk gewoon de cijfers ziet en ook de plannen. En nou ja, bij WSG is het zo dat de accountant tot die jaarrekening van 2009 eigenlijk nooit alarmerende signalen heeft afgegeven. Met de kennis van u, zegt u dan, heeft die accountant zitten suffen, had hij u eerder moeten influisteren van nou, het is toch wat tricky wat hier gebeurt? Nee, kijk, ik piek er wel eigenlijk al 3 jaar suffen wat er eigenlijk in die periode gebeurd is. Van, en waarom? De wijze van risicobenaderen, de kritische en de kwaliteit van de accountant. De succesvolle producten met allemaal positieve bedrijfswaarden. Stijgende winsten binnen de waarderingsstelsels van dat moment. De prognoses werden altijd verslaan. Natuurlijk ontstond er een discrepantie tussen de kaststromen financiering en beoordelingen van het WSW en ja. De solvabiliteitsbeoordelingen van WSG en het Centraal Fonds aan de andere kant. Dat is wel een oplosbaar probleem. En er zat ook een stuk tussen waar je op zoek moest gaan naar nieuw geld. Maar dat is helemaal niet vreemd. Dat overkomt op dit moment elke corporatie, want ja, die faciliteringsvolume zetten we alles klaar. Ja. Ja, daar waren we op zoek. Die kwamen enerzijds uit het
het temporiseren van investeringen, het anders doen. Anderzijds de huurproductie met nieuwe producten omhoog. Niet door allemaal extreme huursverhogingen, maar gewoon toegevoegen van producten. En anderzijds het verkopen van complexe of DAP of niet DAP. Ik ga u heel even onderbreken. Want... En die balans waren we aan het zoeken. Dat was ook mogelijk. Dat werd niet geblokkeerd. Nee. We hadden overleg bij pensioenfondsen die echt geïnteresseerd waren in de nieuwe woonzorgproducten. Daarmee speel je ook investeringen in gronden en posities en ontwikkelingskosten vrij. Ja. Nee, maar over die financiële stromen komen we zo met WSW en het Centraal Fonds nog over te praten. Even terug naar die rol van die accountant. Een van de dingen die ons is opgevallen is dat WSG leningen heeft verstrekt aan Heijmans. En Heijmans is een bouwbedrijf en er is een ministeriële regeling die zegt dat mag niet. Dat was ook een lastige deze. Wat zegt u? Dat was ook een lastige. Er is ook overleg met het Centraal Fonds gevoerd. Met wie dan van het Centraal Fonds? Met Jan van der Molen zelf. Jan van der Molen zelf. Ja. Niet door mij, maar wel door mijn... Controle. Helaas overleden collega Marcel Nachtzaam. En wat deed hij bij WSG? Die had toen de functie van controle hoofd financiën. Oké. En wat zei je van de molen? Met uitleg erbij komt dat is dat ook geaccepteerd. En wat is dan de onderliggende ratio dat het wel in dit geval toch, komt? Toch risicospreiding. Door de constructie was ook volkshuisvestelijk eigenlijk best wel verdeeldig. Ik denk dat Heijmans toen ook een liquiditeitsprobleem had. Mm-hmm. Dat was de enige reden. Ja. Wat oorspronkelijk was de bedoeling om er 50-50 in te stappen. Maar op een of andere manier kon dat niet meer. Maakt ook niet uit, want ze betaalden een rentevergoeding van... Met mijn hoofd 6%, of ik weet niet zeker. Nee. En onze financiering zat op 1, dus het risicoprofiel van die grond nam af. Wordt nu even te technisch, dat is niet handig. Waar het mij even om gaat is, u zegt, nou ja, het is met Van der Molen besproken en uiteindelijk is die akkoord gegaan. De vraag is natuurlijk of Van der Molen daarover ging en of hij contact met het ministerie heeft gezocht om dit punt te bespreken. Weet u dat? Dat weet ik niet. Dat weet u niet. Het was wel de lijn van melden en u was al lang blij dat het opgelost was. Nou, wij vonden de transactie op zich niet verdelig of niet vervelend hoor. Dus, nee. Wat was nou het voordeel dan voor WSG? Neemt u ons eens mee? Wat had u daar zelf voor belang bij? Nou, dit was een positie die tegen landbouwprijzen aanschurkte. Die verwervingskosten van 10 euro van toen... Nou, nee, maar ja. U verstrekte leningen, hè? U speelde eigenlijk bank. Even uitleggen, dat was heel erg goede suikerbietengrond, waar ook een harde transformatie aanwezig was. Ja. En omdat het toch een grote positie was, waar meerdere aspecten van het overige goed, van ook wat in die omgeving zat ook wat mogelijkheden voor industrieel overige goed, waren we blij met een partner als Heijmans die daar... Daar hun expertise en hun risico's mee namen in die positie. Maar even voor mijn begrip, hè. Was het nou een gezamenlijk project met Heijmans waarvan u zei, nou wij lenen geld en dan krijgen we rente en dan krijgen we het wel weer terugbetaald? Of zei u, het is een gezamenlijk project waar wij, of speelde u bankje? Dat u zei, ik leen geld uit, ik krijg het wel weer terug met rente. Wat was het nou? De rente werd gewoon jaarlijks uitbetaald, hè. Ja, maar u verstrekte leningen aan Heijmans. Ja. En was dat nou, speelde u daarbij bank? Dat u zei, ik leen geld uit, ik krijg het geld terug met rente. Of zei u, het is suikerbietengrond en we willen daar misschien wel zorgwoningen gaan bouwen op den duur. Dus Heijmans, die steekt zijn nek uit, wij lenen geld. En dat het meer een gezamenlijk project was. Ja. Ja? Dat laatste? Nee, dat laatste was er uiteindelijk aan de hand. Oké. Nou, is het bekijken van de jaarcijfers is natuurlijk vrij technisch iets. En daar hoort dan een soort management letter bij van de accountant. En dat wordt met de Raad van Toezicht besproken. Wat is daar nou over die leningen en over die geldstromen? Wat is daar nou met de Raad van Toezicht besproken door de accountant? Of, niets. Volgens mij staat hij gewoon met naam en toename de jaarrekening vermeld en toegelicht. Oké. Dus dat hadden ze gewoon moeten kunnen zien ook. Maar hij staat ook gewoon vermeld als lening UG Heijmans, ja, toelichting. Ja.
En ook als een paar gepolsterde de balans. U heeft even uitgelegd hoe de procedure ging, hè? Dat u met Van der Molen daar contact over gehad, of uw controller. En dat hij heeft gezegd, nou oké, doe maar. Maar, dan ik, is het... Even voor de duidelijkheid, voordat de busverstand ontstaan. Ik heb met Van der Molen eigenlijk geen contact gehad. Ik zeg ook, gehad. Via die controller, die is overleden. Nooit, hè? Nee, oké. Nooit gesproken? Ja, maar dan is het over koetjes en kalfjes in verbeeld geweest. Okay, vinden we het niet interessant. Maar niet dat het is blijven hangen. Nee, maar daar gaat het niet om. U brengt me even van me apropos, want waar hadden we het nou over? Over de rol van de accountant. Daar ging het om. Want u zei van, nou ja, met het Centraal Fonds is er wel overeenstemming over die leningen. Die zagen wel het nut daarvan in en die risicospreiding. Maar dan toch nog even terug naar die rol van die accountant. Die accountant, dat zijn vinkers. Die kijken in die cijfers en die kijken in de reglementen die daarbij horen. Ook van het ministerie. En het ministerie zegt, gij zult geen geld uitlenen aan anderen dan, nou ja, hè? En Heijmans bedoel ik daarmee. Dus hij had daar kritische vragen over moeten stellen. Heeft hij dat gedaan? Heeft hij tegen u of tegen de Raad van Toezicht gezegd van, jongens, er wordt hier geld uitgeleend? Nee, dit is een duidelijke situatie die ik ook goed voor mijn geest kan halen. Als daar discussie om ontstaat, dan zou ik dat weten. Maar is niet aan de orde gekomen. Wat vindt u ervan achteraf? Want u bent zelf accountant geweest. Had hij dat wel moeten doen? Had hij wel kritisch daarover moeten zijn of niet? Ik denk binnen de bedrijfseconomische afweging van dat moment dat het ook voor de volkshuisvesting een lucratieve stap is. Ja, nee, dat geloof ik wel. En het zal allemaal goede bedoelingen hebben, maar de vraag is, mocht het en mocht Van der Molen daar toestemming voor geven en had die accountant niet zijn vinger moeten opsteken? Dat is de vraag. Nee, als die discussie heeft, zich heeft afgespeeld en er komt een waar een bevredigend antwoord komt en een formeel of informeel goedkeuring of niet reageren, dan denk ik dat die accountant daar ook klaar mee is. Want ik mag veronderstellen dat dat getoetst en besproken is, evenals ik. Okay. Nou, we gaan even naar de kritische kant van de accountant, want in management letter over de jaarrekening van 2008 zegt de accountant dat volgens de waardering van de financieel toezichthouder, het Centraal Fonds, de bedrijfswaardeberekening, de winstcapaciteit 76 miljoen minder bedraagt dan dat u zelf had uitgerekend. En u was zelf op 165 miljoen gekomen. Nou, dat is echt flink minder. Het gaat echt om miljoenen. We gaan niet in de techniek duiken. Maar de vraag is dit aan de orde geweest bij de Raad van Toezicht? Ja, natuurlijk. Daar zat hij zelf bij. Hij heeft zelf de toelichting op de jaarrekening verzorgd. Okay. En wat zei de Raad van Toezicht? Want dat is een domper natuurlijk. Ik kan me niet meer herinneren. Nee. Ik weet echt niet meer. Dan moet ik echt een verslag. Ik heb ze wel opgevraagd, maar niet gehaald. Maar dan moet ik echt. Maar het is nogal wat, hè? Want u wekt verwachting. U zegt, nou, we gaan het goed doen dit jaar. En dan zegt het Centraal Fonds, ook niet de minste, die zegt, nou, het is toch wel de helft minder. Hè? Het gaat echt begrijp het eigenlijk niet, want wij hadden software die we ook gebruikten voor beslissings, calculatie, prognoses. Maar ook de eigen prognoses en die van het Centraal Fonds, dat waren dezelfde. Dezelfde software, dezelfde systematiek. Ik kan het nou niet meer plaatsen. Nee, oké. Het is zoals het is. Meneer Ruighok, die is gekomen om u te vervangen. Eerst om u advies te geven, maar daarna om u te vervangen. En dat is al aan de orde gekomen. En die heeft die bedrijfswaardeberekening over 2010 fors naar beneden bijgesteld. En Deloitte, die was nog steeds accountant van WSG, die hebben hem daarin gesteund. En eigenlijk zeggen wij, ja, die bijstelling die kwam niet onverwacht. Het was natuurlijk al in 2008 gemeld door de accountant. En de vraag is eigenlijk, waarom heeft het al die jaren geduurd? En waarom bent u zo optimistisch gebleven over de verwachtingen dan dat andere mensen dat deden? Bij de bedrijfswaardeparameters was niks mis mee, hoor. Dus die werden door iedereen gecontroleerd vastgesteld. Die stonden gewoon aan de jaarrekening vermaald. Ja. En er zaten voldoende voorzichtigheidscriteria in. Bijvoorbeeld werd de rente 1% hoger ingerekend dan wat we
werkelijk afsluit, de belangrijkste component. Maar ik moet wel zeggen, als je die nog een % verhoogt, ja, dan valt er gewoon 20% van de waarde af. Zo, er is geen aanleiding toe geweest. Nee. Zelfs niet in de renteontwikkeling van de afgelopen jaren. Nee, maar kijk, het zit voor een deel in boekhouden, het zit voor een deel in gevoel. En wij weten, en dat heeft u de commissie vandaag ook weer laten zien, dat u heel optimistisch bent en enthousiast en vol met ideeën zat die u graag wilde uitvoeren. Maar dan toch valt het op dat gedurende een aantal jaren u heel optimistisch bent en anderen zeggen, ja, maar Span, eigenlijk moet je niet zo optimistisch zijn, want het ziet er toch minder rooskleurig uit, veel minder rooskleurig dan dat je denkt. En de vraag is dan, dat zijn toch signalen waar u en de Raad van Toezicht op moeten inspelen? Of hield u vast aan uw gedachten, dat u dacht, nou, komt allemaal wel goed? Nee, kijk, ik heb het al eerder uitgelegd voor de commissie. Ook, ik wil er iets op zeggen, want ook WSG, ja. En ook WSG en ik als, ja, organisatie zijn en al eerder overigens voortvarend gaan trekken om opbrengsten naar voren te halen en kosten naar achteren te stellen. En ja, die trend werd gewoon versneld doorgezet. In een organisatie waar je in lang jaren trajecten denkt, heb je er wel even een paar jaar voor nodig. Ja. Blijkt ook dat ik gelijk gehad heb. Nou, dat zal moeten blijken. Wat ik toch nog even wil zeggen, want u zei, ik heb dat al eerder met de commissie gesproken, er zijn wel meer getuigen die dat hier zeggen. De besloten voorgesprekken zijn vertrouwelijk. Wij als commissie zullen nooit uit die voorgesprekken citeren of dat hier aan de orde stellen. Dus als u dat zelf doet, dan mag dat. Maar wij zullen dat in ieder geval niet doen, omdat wij die afspraak met u hebben gemaakt. Even naar de periode 2006-2009. Er gebeurde nogal wat op de vermogens- en schuldpositie van het WSG. En de Raad van Toezicht gebruikt in het jaarverslag 4 jaar op rij steeds dezelfde tekst over hoe ze tegen die vermogenspositie en die schuldpositie aankijken. Dat valt op. Lijkt wel knip- en plakwerk of er ieder jaar hetzelfde in werd gezet. Had die accountant daar nou niet eens iets van moeten zeggen? Dat zegt van, joh, iedere keer komt weer hetzelfde knip- en plakwerk aan de orde. Kijk er nou eens wat kritischer naar. Kijk nou eens gewoon verder dan je neus lang is. Die hebben ook ter harte genomen. En dat signaal kwam gewoon van twee kanten. En we hebben ook de toelichting op de jaarrekening veranderd. Daar is ook met de komst van nieuwe controle goed opgeleid. Ik had daar gewoon een nieuwe impuls, een nieuwe land op. Maar dat is een in de tijd voortschrijdende verbetering. Overigens niet alleen bij WSG. Dit verandert in de hele corporatiesector hetzelfde. Als je het over die periode hebt, je legt alle jaarrekeningen achter elkaar van elke corporatie, dat is 90% van de gevallen het zo. Wat de commissie zich afvraagt over de accountant, hè? Want je hebt natuurlijk het jaarverslag, je hebt die management letter, er is een gesprek wel met de Raad van Toezicht. Wat wij ons kunnen voorstellen, dat ze zeggen van, nou ja, oké, het is allemaal misschien wel of niet binnen de regels gebleven, maar dat u misschien eens een keer onder vier ogen zo'n gesprek heeft met een accountant en dat hij zegt, Peter Span, ik kan het nu nog goedkeuren, maar het is echt wel tricky wat hier gebeurt. En dit zijn jouw risico's, dit zijn jouw valkuilen. Is dat nou wel een keer gebeurd? Of the record? Nou, maar dat kan niet ook. Kijk, je huurt je accountant in om het gewoon op te schrijven als je dat voelt en niet in een off the record gesprek. Nee, natuurlijk. Maar ieder bedrijf wil natuurlijk dat zijn jaarrekening wordt goedgekeurd. Hè? En ik zeg niet dat er gefoezeld wordt. Maar, en daarom zeg ik ook, het is misschien allemaal wel netjes binnen de regels gebleven, maar er waren wel signalen. En misschien moet je dat in een management letter zetten, maar je kan ook misschien tegen de directeur zeggen, nou ja, anderen zijn toch wel minder optimistisch gestemd over je plannen dan dat je zelf bent. Maar dat is niet gebeurd, begrijp ik. Maar misschien mag het ook helemaal niet. Nee, maar de accountant heeft al op, volgens mij ook in zijn management letters gezet, van, let op, er komen andere tijden aan, we moeten andere financieringbronnen, er moeten, ja, ik kan het niet zo woordelijk herhalen, want ik denk dat hij voldoende alert is geweest. Oké, okay, u was tevreden over die account? Ja. Oké, okay, nou dat kan.
Mijn collega Hartje wil nog even een vraag stellen. Ja. Kijk, die liquiditeitsproblematiek die binnen die markt schoof, die was ook niet onbekend hoor. Dus je moet daar als ondernemer toch een bepaalde vorm en inhoud aan geven. Ja. Maar het fenomeen om eerst de solvabiliteit op orde te hebben, te kijken of die op de lange termijn past. Om aan liquiditeitspositie die daar in moet, met veranderende inzichten in de markt die daar aan moeten passen. Ja, dat is ik zo, daar waren we ook volop mee bezig. Ja, oké. Okay. Zullen we heel graag nog een vraag stellen? Ja. Heel graag. Meneer Span, op de vragen over de bedrijfswaardeberekening en dat die te rooskleurig werden gesteld, gaf u als antwoord dat het heel normaal was dat opbrengsten naar voren worden gehaald en kosten naar achteren. Dat begrijp ik niet helemaal, want de regels zijn helder. Want het Centraal Fonds geeft meteen al het signaal dat moet naar beneden bijgesteld worden. Dat is ook gebeurd na uw vertrek. Ik weet het even niet. We hebben daar niet zo'n zware discussie over gehad dat dat zou moeten of anders was. Het gaat me niet zozeer om de discussie, maar wel het feit dat u stelt dat het heel normaal was om dat te doen. Dus opbrengsten naar voren halen en kosten naar achteren. Nee, terwijl de regels heel helder zijn. Ik maak zelf geen enkele bedrijfswaardeberekening. Het was gewoon een organisatiebreed gedragen om met welke parameters diezelfde organisatie had ook gewoon met Mark Hasselman het overleg om dat te laten, kloppen. Maar daarmee zegt u organisatie binnen WSG was dit gangbaar, maar u heeft natuurlijk te maken met de regels zoals ze gesteld zijn vanuit het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder. Regels zoals vastgesteld van het Centraal Fonds. Over de bedrijfswaardeberekening, want die zijn ook meteen bijgesteld naar beneden, naar uw vertrek. Nee, dus onze bedrijfswaardeberekening samen met de bedrijfswaardeverrekening en het toegepaste vermogenswaardecorrectie door het Centraal Fonds, dat spoorde altijd. Dus de basis, het aantal complexen, het aantal woningen, de gegevens die daarin gebracht werden. Er zat gewoon een 100% relatie op, hè? Niet een stukje mis op de gulden nauwkeurig. Dus ik weet niet waar, ik heb die gegevens verder niet, dan zou ik, als u ze me toestuurt, wil ik ze graag analyseren. Goed, dank u wel mevrouw Hachi. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Okay.
Meneer Span, ik heropen de vergadering. Het woord is aan collega Oskam. Ja, meneer Span, ik had u beloofd dat we nog over het Waarborgfonds zouden praten. Want WSG heeft in 2011 ruim 750 miljoen aan leningen uitstaan en via het WSW. En dat zijn geborgde leningen. Maar volgens de regels van het Waarborgfonds mag een corporatie niet meer dan 50% van de WOZ-waarde van haar bezit lenen. En in uw geval was dat meer dan 100%. Hoe verklaart u nou dat het Waarborgfonds aan WSG toch meer kredietruimte gaf dan borgruimte gaf dan volgens haar eigen regels eigenlijk is toegestaan? Ik zou het echt niet weten. Nee? Nee. Heeft u zich daar nooit over... U wist dat wel, toch? Dat het eigenlijk maar 50% mocht lenen? Nou, ik wist dat er enerzijds bedrijfswaarden bepaald waren, anderzijds kasstromen. En wij hadden ook een fiateringsniveau afgesproken waarop we leningen bij onderwaarborgdekking aan konden trekken. En dat is ook zo voor, met een afspraak van dat voor de komende tijd het plafond is, maar dat de aflossingen van de komende 5 jaar weer iedere keer opnieuw aangetrokken konden worden. Maar er zat wel een plafond tot een bepaald faciliteringsniveau. En welk plafond was het dan? Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar dat zal dat bedrag wel zijn. Wel 2011 zijn er wel tussenledingen verstrekt, dus dat weet ik even niet meer. Maar dat plafond zal wel ergens tegen die 700 miljoen aangescheurd hebben. Maar het is niet zo dat het om bijzondere plannen ging, dat het Waarborgfonds overstag is gegaan? Nee. Nee, oké. Okay. Geen bijzondere afspraken of... Nee. Wie onderhield nou namens WSG de contacten met het Waarborgfonds? In eerste instantie Finance & Control. En die onderhield, die zette al die acties in werking. Ja. En vanaf 2010 hadden we een structureel overleg met accountmanager. Van hoe dispositioneringen verliepen. Die hielden toen volgens mij op een ordentelijke manier vinger aan de pols dat die beleidsmatig zich ging voltrekken, zo met elkaar afgesproken hadden. En als er een discrepantie ontstond tussen de tijd waarin de opbrengsten moesten worden gerealiseerd en de werkelijke realisatie, dan werd daar een analyse voor verstrekt. En vanaf die tijd had ik samen met de controller frequent overleg met het WSW, maar op een professionele en op professionele manier. En ik heb daar geen probleem met deskundigheid. En hoe was de verhouding met het WSW? Was het goed? Ja, was goed. Kritisch, nog professioneel. Ja. Nou, het is wel zo dat hij als professional deze soort ontwikkeling, maar die waren het er wel mee eens dat we deze kant op moesten. Ja. Ik heb ook begrepen dat ze in eerste instantie hier, of ik heb niet mijn ontslag gegaan, maar wij zijn er met wederzijds goed vinden weggegaan na ondertekening van de beëindigingsovereenkomsten. Ik ben niet met ruzie opgestapt. Hè? Nee. Dan moet het Waarborgfonds natuurlijk ook kijken of dat geld wel aan de goede dingen besteed wordt. En de vraag is of zij streng waren, of ze wel lastige vragen aan u stelden. Ja hoor, maar die deden meer. Maar dat deed ook de accountmanager van het Centraal Fonds. Die gingen er gewoon in het veld kijken van, dat geld dat besteed is, staat er ook. En wat vinden wij ervan? En heeft dat de waarde? Creëert dat de waarde die we met ons allen veronderstellen? Maar dat deden ook banken, BNG, Rabo's, alles. Hè. Het is niet zo alleen dat daar een papieren check op zat. Maar ja, dan hadden ze ook kunnen zien dat u grond had gekocht waar nog geen bestemming op zat. Geen bestemming bouw van woningen of zorgwoningen. Nou, ja, ik weet niet hoe dat tot stand komt, maar een bestemming is een theoretisch begrip voor een reeks van juridische stappen in een grondpositie. En tegenwoordig heet dat dan omgevingsvergunning van landbouwgrond of natuurgrond tot woningbouwbestemming te krijgen. Daar is een stappenplan van 500 elementen en een periode van 2 jaar, nu nog, hoor, om die te doorlopen. Dus per grondpositie zit daar een andere fase in. Ja, maar de bedoeling als je die op de keper beschouwt,
dan zaten bijna alle grondposities in zo'n fase. Oké. Okay. Maar de bedoeling van dat geld is toch dat er woningen gebouwd worden. Dat is de achterliggende gedachte. Ja, maar dat begint met grond hoor. Ja, nee, uit op goede plekken. Dat snap ik wel. Maar als er dan geen woonbestemming is, dan is natuurlijk de vraag, als je grond koopt en de overheid geeft geen toestemming om die grond te bebouwen, dan zit je natuurlijk in het schip. Ja, maar dan zal wij schip produceren, gewoon, dan zijn we ook doorgeroepen op ministerie, ja, provincie, ja, dat is toezichtsbrieven. Overigens, op het moment dat we achterbleven, werden we gemaakt om meer te produceren. Het past wel ook in de ambitie, hè? En niet op de groei en grootte, zeg maar. Het kwalitatieve aspect heeft altijd de boventoon gevoerd. Het kwantitatief kan er altijd achteraan. Om de uit te leggen van, natuurlijk het begint bij bouwen, maar die partijen begrijpen ook wel dat binnen die 200 hectare spectrum, en ik weet echt niet of er nou 210 zijn of 195, want de lijstjes heb ik niet hoor. Dus, maar we dwalen af, ik wil eigenlijk even terug naar het waarborgfonds. Nee, maar ik kom tot de kern. Als je dan snel telt, dan kan je 120 hectare aftrekken die gekocht is voor 5 euro, waar transformatie mogelijk is en die nu 5 euro of meer waard is. Dan blijft er 80 hectare over, dan zit je in een heel ander risicoperspectief. Ja. Nou, terug naar het Waarborgfonds. Hè? Want het Waarborgfonds en het Centraal Fonds, die vinden wel iets van woningcorporaties. En het Centraal Fonds, dat is heel duidelijk. Dan krijg je een A-oordeel of een B1-oordeel. En het Waarborgfonds heeft in haar eigen systeem ook wel het etiket aandachtscorporatie. En dat betekent dat het niet goed gaat. En WSG was in die tijd dat u directeur was een aandachtscorporatie bij het Waarborgfonds. Vraag is of u dat wist. Ja, dat wist ik. Ja, daar waren ze wel duidelijk over. Ja, dat had ook te maken met hun kasstroomoverzicht. Ja, er gebeurt iets geks in volkshuisvestig land. We willen allemaal presteren voor de huurder. Dat doen we ook allemaal. Ik denk dat de sector daar uitstekend in doet. Beter dan in welk land van de wereld ook. We moeten presteren voor huurprijzen tot maximaal 600, op dit moment 80 euro. Ja. En we moeten een kasstroom realiseren van 12.000 euro per jaar, dat verhoudt niet. Dus daar moeten corporaties alles aan doen om dat in balans te brengen. Ja. En dat hebben wij gedaan. Ja, maar u heeft de neiging om dingen allemaal uit te leggen en uit te wijden. Maar de vraag is eigenlijk gewoon, wist u dat? En u zei nou, het Waarborgfonds die heeft dat aan u verteld, dat u een aandachtscorporatie was. Ja. Maar was dat nou voor u een punt dat u dacht, oh, zo kijken ze naar me, ik moet het anders gaan doen. Of ik moet dingen gaan veranderen op financieel gebied of op... Ja, ik heb alleen in de Pietpokken gewerkt in 2000. Ik kwam alleen maar nog thuis om te slapen om die verandering en transformatie in gang te zetten. Dus dat waren twee dingen. Eerst goed zorgen voor de klant, dan begon je 's morgens om 8 uur mee. Daarna je verkooptransacties op peil brengen. En daarna je dispositionering te managen. En dat ging. Dat ging. En dat ging mondjesmaat en het was kredietcrisistijd. Maar ik was ook in onderhandeling met corporatie een aantal interessante projecten overnemen. Ik ben ook blij dat de thuisvester 2 noodzakelijke woonzorgcomplexen heeft gebouwd. Die ik ontwikkeld heb. En die nu staat te blinken sinds vorige week. Dat is helemaal niet erg. En daar waren we ook mee bezig. En dat proces dat draaide. En het is uiteindelijk gelukt. Dat hebben ze ook gekocht. Gewoon voor normale prijzen binnen inclusief de ontwikkelingskosten binnen de kaders van wonen, zorg en huisvesting. Dus die trajecten liepen. Maar we zijn nog steeds bezig met die relatie met dat Waarborgfonds. Het Waarborgfonds heeft tegen u gezegd, meneer Span. Wacht even, want u waait steeds uit. En dat is iets wat we ook terug kunnen lezen in het onderzoek. Maar waar we nu even van u willen weten hoe u dat heeft ervaren. Want het Waarborgfonds zegt tegen u, een aandachtscorporatie. Merkt u daar nou wat van? Kreeg u minder geld los? Of gingen ze moeilijker doen als u een aanvraag deed om geld? Wat merkt u daarvan? Tuurlijk gingen die moeilijker doen. Alleen al vanuit de druk van het niet meer faciliteringsruimte
te verstrekken. Ben je gedwongen om andere stappen te doen. Dus, maar ook daar was wanneer de maatschappij, de geëngageerde investeerder met een maatschappelijk rendement, die plaats innam, daar was er ook ruimte voor. Nou, die hele discussie, die kritische houding, het volgen van de ontwikkelingen van de afspraak, van de afspraken die je ging maken, hoe ga je verkopen, lukt dat, verkoop je koopwoningen. Daar hadden ze een positief, toch zeer kritische houding op. Okay. Toch gebeurt er in maart 2010 iets bijzonders, want dan komt de heer Van der Post, directeur van het Waarborgfonds, die komt langs bij de Raad van Toezicht van het WSG en die hebben een vergadering en hij gaat daarbij zitten. Wat was daar nou de reden voor? Maart 2010? Ja. Dus toen zat u er nog? Ja, nee, gewoon om toen is ook dit, ik heb het eigenlijk net al uitgelegd, dit proces van de aandachtscoöperatie, let op, er gaat iets gebeuren en je moet liquiditeit genereren. Ja, maar wat deed u dan met die waarschuwingen? Want wij zien dat toch als waarschuwingen. Ik denk dat ik het net uitgelegd heb, dat we waren er al mee bezig, maar met nog meer aandacht en inzet om daaraan inhoud aan te geven. En dat lukte ook midden in de kredietcrisistijd. Als je kijkt naar de jaarrekening 2010 of gewoon naar de, daar werden gewoon volop woningen verkocht zonder verlies. Er werden grondposities verkocht zonder verlies. Er werd een complex doorverkocht aan woningstichting Etten-Leur voor een nieuw complex voor de boekwaarde. Er werden wat andere PMC's verkocht. Er werd teruggeleverd aan een zorginstelling die zelf ontwikkelde. Ja, nou, dat hele scala. Er werden een paar honderd woningen verkocht. Ja. Maar dat ziet dus op het terugbrengen van die financiële situatie, dat het beter wordt. Maar wat wij ook zien is dat ondanks de waarschuwingen van het Waarborgfonds de faciliteringsruimte van het WSG nog hoger werd gesteld in plaats van lager. Dat is dan in 2011 gebeurd, begrijp ik. Nee, 2010, tot het voorjaar van 2010. Maar begin bijgestelde faciliteringsruimte gehad, nee, geloof ik. Dat klopt niet. Want dat is wel iets wat ons opvalt. Nee, ik wil wel meedoen, kritisch zijn dat Waarborg, volgens mij heb ik geen reden toe. Die hebben ook geen, niet van die zaken gedaan. Nee. Maar goed, het Waarborgfonds bleef vertrouwen houden in WSG omdat ze bleven borgen. Nou, dat denk ik ook wel. Ja, de minister schrijft in de kaderbrief toezicht zelf. Er zit een discrepantie tussen de verantwoordelijkheid van het WSW, die begreep vanuit zijn kaststromen denken en een centraal fonds. Die vanuit solvabiliteit denkt. Nou, solvabiliteit is niet in gevaar en nog niet in gevaar. Daar zijn we mee begonnen. De woningen zijn in plaats van ongeveer 180.000, 200.000 euro waard. Er zit een veel lagere boekwaarde onder. Dat is niet het probleem. En toch zat er een discrepantie. We stellen zelf dat ook tot problemen kan leiden. Mm-hmm. Maar die zijn niet opgelost. En dan komen die toewijzingen, aanwijzingen in beeld en dat kan ook tot sanering leiden. Maar hoe heeft u nou dat gesprek ervaren met Van der Post en de Raad van Toezicht? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je op het matje geroepen voelt. In dat gesprek kwam wel, je zou wel eens in november 2010 in een liquiditeitsprobleem. In dat gesprek heb ik gezegd, dat gaat niet gebeuren, want we gaan eruit aan trekken. Het is ook niet gebeurd. Nee. Vond u het vervelend dat Van der Post kwam? Ik vind niks vervelend. Als het gewoon met open vizier en duidelijk gesteld. Ik ben nooit gek geweest aan de plus. Ik heb me daar gerealiseerd een keer over de datum kan zijn, maar dan moet je het wel tegen je vertellen. Mm-hmm. En niet achteraf een rapport van PwC, die ik niet ken. Nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Gaan we even kijken naar het Centraal Fonds. Want die hebben die gebruiken andere etiketten en die hebben in juni 2010 gezegd, we stellen WSG onder verscherpte aandacht. En Centraal Fonds is de financiële toezichthouder, die kunnen dat ook doen. En die hebben tegen u gezegd, nou, er moet nu echt een plan van aanpak komen, want anders gaat het mis. Heeft u toen het Centraal Fonds dat zei, heeft u toen een veranderende houding bij het Waarborgfonds waargenomen?
Gingen zij toen anders doen? Nog steeds niet. Nog steeds niet. Die begreep dat hij op dat moment begreep hij dat de stappen zo waar je die zette, dat de noodzakelijke stappen waren om geen schade te creëren. Maar dat is niet meer dan de indruk die ik ervan heb. Nee, want het Centraal Fonds heeft gezegd, mooi al die nieuwbouwplannen, maar die ambities moeten naar beneden worden bijgesteld. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de geldstromen. Dus mijn vraag aan u is, deed het Waarborgfonds daar iets mee? Zeiden die ook van het Centraal Fonds, die zei naar beneden bijstellen, die plannen, en wij gaan de financiering daarop aanpassen? Nou, alle plannen waren, ja, ik denk in die plannen van de aanpak, maar zonder dat er, daarbij werden de zaken structureel, hè. Maar zonder die plannen van aanpak was er in 2008 toch al zo'n zaak ingezet. Alleen, als je 600 woonzorgwoningen in de aanbouw had, dan hadden we op dat moment waar kwetsbare doelgroepen op zitten te wachten in een tijdelijke voorziening. Dan moet je ze wel afmaken, denk ik. Dat is iets wat ik in ieder geval beloofd en gegarandeerd heb. En ja, daar kan je theoretische beschouwing over hebben. Dat zal toch op moeten lossen, dat heb ik gedaan. Ja. Maar ik kan niet tegen obers van 85 zeggen van, blijven jullie maar even in de noodvoorziening zitten. En ja, dat soort losse vlotters werden wel eens gelanceerd, maar daar kan je niks mee. Nee, maar ja, er moest wel orde op zaken gesteld worden. En u noemde zelf 2008. Ik ga even terug naar de periode 2006-2009. We hebben het net al genoemd. Het Centraal Fonds, dat is de toezichthouder, de externe toezichthouder van het ministerie. En die kijken naar de financiële situatie. Alle woningcorporaties worden ieder jaar bekeken. En bij WSG is het zo dat in die periode 2006-2009... het normale onderzoek doen, het normale onderzoek wat het Centraal Fonds doet bij woningcorporaties, aanleiding gaf voor nader onderzoek. Nou, dat is natuurlijk niet als het goed gaat. En uiteindelijk... Nee, wacht even. Laat me even uitpraten. Dan mag u er daarop reageren. Ja. Uiteindelijk is het zo geweest dat het eerste negatieve beeld wat het Centraal Fonds had, na dat nadere onderzoek is bijgesteld in uiteindelijk toch een positief oordeel, maar met waarschuwing voor de risico's die WSG liep met die plannen. En de vraag is, we kunnen naar het negatieve en naar het positieve oordeel kijken, maar het gaat mij om die waarschuwingen die het Centraal Fonds heeft gegeven aan de directeur van het WSG. En wat heeft u daarmee gedaan? WSG versloeg op alle onderdelen de bijsmakingscijfers. En waarom kwamen wij in dat nader onderzoek terecht? Omdat onze boekwaardes eruit schoten. En dat komt omdat we nu bezit hadden. Ja. Dat is de enige, hoor. Er zat helemaal geen gekke verklaringen of rare zaken in. En dat kwam dan uit. Dat resulteerde ook in hun bedrijfswaardesystematiek met de vermogenswaardecorrecties. Dat gebeurde vooral. Ik heb ze niet ingevuld, hoor. Dus. En dan klopten die cijfers weer. En dan, we hebben ook 17 jaar lang op, ja, 17 jaar lang gewoon een A1 oordeel gehad. En pas in 2010, eind 2010, komt er een A2 oordeel. Oké. Maar ik wil uit de techniek van het boekhouden blijven, mevrouw Hartje. Ik ook, want ik voel ze niet in. Maar mevrouw Hartje heeft het heel duidelijk gezegd. Veel gewaarschuwd. Uiteindelijk gaat WSG voor 117 miljoen het schip in. En dat gaat weer ten laste van de sector. Dat is die saneringssteun die uiteindelijk betaald is om WSG boven water te houden. En daarom vragen wij u van, wat is er nou met die waarschuwing gedaan? En dan wil ik geen boekhoudverhaal horen, dan wil ik gewoon horen, wat heeft u concreet gedaan met die vinger? In 2006, 2007, 2008 heb ik geen waarschuwingen gehad, hoor. Dus ik weet niet wat die vandaan komen. Ik zou graag het stuk papier zien. Als dat zo spannend is, dan moet je het ook opschrijven. Dus dat is helemaal niet in orde geweest. Nou, daar kunnen we naar kijken. Maar ik houd u maar voor. Want nee, ik wil erop reageren. Maar ja, dan moet er iets binnenkomen. Hè? Dus, nou ja, daar schrik ik wel van dat u dat niet weet. Want het Centraal Fonds, hè, die geeft ieder jaar een oordeel. En die hebben gezegd, nou, het is niet goed. We gaan het nog eens wat nader bekijken. Dat krijgt u ook de gelegenheid om van repliek te dienen. Om dingen uit te leggen waar u mee bezig bent. En uiteindelijk hebben zij toen gezegd, nou oké, het wordt een positief oordeel, maar wel met een aantal voorwaarden, een aantal waarschuwingen waaraan WSG moet gaan voldoen.
Maar ik waardeer de kwaliteit. Dat was al in 2006 en 2007. Ik waardeer de kwaliteit van de medewerker van Centraal Volzen. Die schat ik echt niet zo onnozel in om het ene te vinden en het andere te beweren. Dat is ook niet aan de orde geweest. De discussie voltrok zich altijd rondom de hoogte van de boekwaarde. Dat was eenvoudig uit te leggen. Daar waar het gros van de markt met relatief oude en gedateerd bezit zat, of met een groter aandeel ouder en gedateerd bezit, was bij ons alles nieuw. Ja, het mag logisch zijn, wij hadden ook flats met een boekwaarde van 5000 euro, dat de nieuwe 180 kost. En ja, het was niet anders, dat was het enige criterium waar die dingen in gingen. Maar laat het maar concreet maken. Zijn nou die oordelen van het Centraal Fonds, zijn die nu aanleiding voor u geweest om te zeggen van ja, ik wilde heel veel bouwen. Ik had te veel grond gekocht. Ik had allerlei plannen. Maar dat u dacht van ja, ik ga nu op de rem trappen. Want nu gaat het niet goed. Als anderen dat zeggen, dan moet ik daar wel iets mee doen. Ja, natuurlijk. Op enig moment ga je alleen maar in netto kaststromen denken. Dus welke investering ik doe, moet meteen een netto kaststroom of snel een netto kaststroom opleveren. Het was op het laatst niet anders meer. Ja, ik zou niet weten op welke andere knop je zou moeten draaien, hoor. Dus nee. Je moet er alleen de tijd voor krijgen. Nou, de naam van de molen is net al gevallen. Hij was de directeur van het Centraal Fonds. Hij heeft een keer in een interview in het Financieel Dagblad in 2011, toen was hij al weg, gezegd dat hij wel ook al heeft gewaarschuwd en dat er opmerkingen zijn gemaakt over de grondposities van WSG. En na dat uiteindelijk afgegeven A-oordeel, dat is een positief oordeel over 2009, zegt hij van der Molen, Span ging pas echt los met koopwoningen en grondposities die hij daarvoor niet in zijn meerjarenraming had opgenomen. En dan zegt die journalist, en hoe noemen we dat dan? En dan zegt Van der Molen, dat is misleiding. Wat vindt u daarvan? Herkent u zich in die typering? Nee. Ja, maar dan moet je dat toch bewust doen. Maar ja, ik denk ook niet dat het zo is. Als u zegt, dan moet je dat bewust doen. Maar heeft u het dan onbewust gedaan? Nee. Maar hoe heeft u het dan hoezo gedaan? Hoezo misleiding? Ik kan er me eigenlijk niks bij voorstellen. Ja. U herkent zich niet in die uitspraak? Nee. Maar u was de man die dat allemaal wilde. U had die grond gekocht, u had plannen. Maar dan had hij toch gewoon langs moeten komen of op de rem moeten trappen of tegen de raad van toe zeggen, die meneer... Nou ja, dat zullen we hem nog wel vragen. Maar het punt is dat hij heeft gezegd, het gaat niet goed bij WSG. We doen een nader onderzoek. Daar hebben gesprekken met u plaatsgevonden en met andere belangrijke mensen van WSG. Daar is gekeken van hoe ziet hij de plannen eruit, hoe verhoudt zich dat tot de kaststromen en alles wat daarbij hoort. En toen is gezegd, nou oké, we geven ze het voordeel van de twijfel, maar we zeggen wel, let op, dat en dat en dat. En een van de dingen was dat die nieuwbouwprojecten, dat dat toch allemaal te rooskleurig was en dat daar eigenlijk een plan van aanpak voor moest komen om dat bij te stellen. En dat is wat Van der Molen ook zegt. Ja, maar zo'n kwaliteitsoordeel, zo'n analyse, daar zouden toch wel een aantal inhoudelijke stevige gesprekken over gevoerd moeten worden. Dan is het ook wel de moeite waard om een uurtje of 30 diep op in te gaan. Dat is niet gebeurd, hoor. Dat is niet gebeurd. Oké, hoe zag zo'n nader onderzoek er dan uit? Want dat weten wij niet. Dus het is misschien wel goed om te horen. Nou, die verliep overigens via... In eerste instantie voor de door mij goed gerespecteerde controle, die overigens volgens mij ook geen fout erin heeft gemaakt. Maar u bent eindverantwoordelijk. Hij zei aandeling, ja, dat blijft altijd. Uiteindelijk de raad van commissaris, de keurt de jaarrekening goed. Maar het is niet dat ik er. Het is niet dat ik er mijn eigen voor wil verschuilen. Hoe verliep dat? Mark Hesselman en zijn medewerkers hebben volledig de ruimte gehad om mee te denken over plannen van de aanpak. Die werden in samenstal gemaakt. En ik denk dat ik, hoewel ik het nauwkeurig vol diepe meeging, want er zorgde de organisatie wel voor dat ook dat beleid gewoon zwaar verankerd werd, dat ik met Mark Hesselman een nieuwtje gesproken heb in heel 2010. Wat vond u daar van het Centraal Fonds? En ik heb daar geen verslag van gehad. Nee.
Nee, maar goed, uiteindelijk heeft u een positief oordeel gekregen. Maar wat vond u nou van het Centraal Fonds? Nou, ik begrijp niet precies over wat er gebeurd is. Dat waren hele deskundige mensen, hoor. Dus die goed ingevoerd waren in de sector, scherpe analyses konden maken. Ik heb ze ook nog niks geks over zeggen. En natuurlijk ook daar die analyse van we gaan het nou veranderen wat er moet. Ja goed, tegen de trend en de tijd van die te vechten, dat gaan we doen. Ja, de vraag is of u die waarschuwingen van het Centraal Fonds voldoende ter harte heeft genomen. Gelet op het feit dat na de hand de sector 117 miljoen moest bijspringen. Ja. Dat is toch de vraag die hier centraal op tafel ligt. Ik kan ook die berekeningen niet nagaan. Waarom, hoe die doorstand, die hebben ze denk ik. En wat er ook allemaal gebeurd is in die tussentijd. Na 2011. En wat daar aan blieders en missers zijn gemaakt tot en met die steunmaatregel. Want ze hebben ook gedacht om al een vestje te kopen, hoorde ik van de heren. Dus ik heb het altijd wel vermoed. Maar er zat een andere scenario planning achter. Ik kan niet kwantificeren wat dat gekost heeft. Nee. Kan ik niet kwantificeren. Maar dat had veel geld gekost heeft, ben ik van overtuigd. Nou, we hebben het erover gehad, hè, 2016. En ik vind dat ze dat veel beter ook al vonden. Dat, hè. Dan kan je de transparantie mededelen. Ik was al een dispositioneren met collega corporatie in de omgeving, waar ook bijna mee rond. Dat ging ook vervelend worden. Maar wat blijkt? Woonden Breedburg, Thuisvester, Allee wonen, Kaashalen, hebben op kantoor bij Jan van der Molen zitten vergaderen. En die hele onderhandelingen, die werden weg, en terwijl er maanden in zaten. Hè. En dat werd later voor een deel maar geëffectueerd. En dan denk ik, dat is een frustratieproces geweest die ik niet meer in de hand heb. Ik constateer het alleen maar. Okay. Nou, wat u ook niet in de hand heeft, maar wat wel over WSG is gezegd. Dat is gebeurd, hè? Buiten elke mededinging. Ja, maar nu ga ik even een vraag stellen, want u breekt steeds in. 2006, 2009 heeft het Centraal Fonds gezegd, oké, na de onderzoek, uiteindelijk positief oordeel met waarschuwingen. Maar in 2010 zegt het Centraal Fonds, nou is de maat vol, negatief eindoordeel. En dat betekent, dat is in 2011 gebeurd, hè? Okay. Over 2010... Ik constateer, ik ben er niet bij betrokken, maar natuurlijk volslagen belachelijk. Die slag van A1 naar A2 naar C. Dat kon u niet begrijpen? Ja, dat kan ik niet begrijpen. En waarom was de situatie dan anders voor het Centraal Fonds? Dat weet ik niet meer. Dat weet u niet, want u was al weg. Ik weet het echt niet meer. Nee. Er is ooit wel die Jan van der Molen, maar ergens in 2011, in begin maart zo, of februari, kwam er een directeur bij in de bron, of een adjunct directeur begon een keer vooral over dominante bestuurders te vertellen. Ja. Nou, ook gestolen uit een rapport van Draaibuller. Dan denk ik, wat gebeurt hier? Ik had toen op dat moment al op moeten stappen, joh. Dan denk ik van, dan kan je toch niet meer zo'n onverzoenlijke houding gewoon in een vergadering zeggen wat je bedoelt. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd. Okay. Meneer Span, ik heb nog geen enkel helder antwoord gehoord. Ik ga de vraag anders formuleren. 3 jaar op rij krijgt u signalen van het Centraal Fonds. En hoe kan het dat WSG haar koers niet bijstelt aan de hand van die signalen? WSG stelde zijn beleid bij. Al in 2010 werd een hele turnaround van benaderen van hun bedrijfsvoering gedraaid. Dus de aandacht verleidde zich van investeren naar verkopen, naar dispositioneren. Dat liep ook. Daar was WSG ook succesvol. Alleen, de effecten van een deel van die effecten die je, als je investeert in, je stopt je energie in de markt klaarmaken om die producten over te nemen, daar heb je niet in 1 of 2 maanden voor elkaar. Ik durf wel de stelling aan, de 35 miljoen euro transport in het eerste half van 2011, daar hebben ze alleen nog handtekeningen onder hoeven te zetten, dat had ik verkocht. Ik ga met u verder, meneer Span. De commissie wil stilstaan bij een aantal signalen die we in ons onderzoek zijn tegengekomen. Eerder is al aangehaald dat in 2011, na uw vertrek, de Raad van Toezicht
PricewaterhouseCoopers twee onderzoeken laat doen. Ik ga het niet hebben over het onderzoek dat gaat over het handelen van de Raad van Toezicht. Dat heeft mijn collega Oskam al gedaan. Maar ik wil het met u hebben over het onderzoek naar het handelen van de bestuurder. Naar uw handelen. Dat rapport kent u als het goed is wel, want u heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Daar heb ik 2 keer 1,5 uur op meegewerkt. 2 keer 1,5 uur, dus u wist dat dit onderzoek gaande was? Ja, en vanaf dat moment en de terugrapportage hoe dat ging, heb ik er even geen oordeel over en ik heb PwC aansprakelijk gesteld. Ja, maar u kent het rapport dus wel? Ik moet het namelijk in de volle diepte bestuderen. Mijn eerste vraag is, wat vond u ervan dat er überhaupt zo'n onderzoek kwam naar het handelen van de bestuurder? Ja, ik dacht dat maar gebeuren. Wat er niet is, dat kan er niet vinden. Schijnbaar kan het toch. Dus u heeft zich verbaasd over het feit dat er een onderzoek kwam naar uw handelen? Nou, op een gegeven moment transformeert het verhaal van integriteitsonderzoeken naar forensisch onderzoek naar en in de beëindigingsovereenkomst staat het weer anders. Maar dat heeft zijn eigen dynamiek gekregen, dus ik weet niet waarom. Maar u heeft wel dat was twee niet de intentie. Ja, maar u heeft wel 2 keer 1,5 uur meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn een keertje bij mij thuis geweest, 1,5 uur met 2 tassen en een paar vragen. En in dat 1,5 uur heb ik nog 1,5 uur in de tuin een sigaret zijn roken. Zijn er feiten of uitspraken die in dat onderzoek staan waarvan u vindt dat ze niet kloppen? Even nadenken. Kijk, het rapport begint erbij van het is een stuk voor intern gebruik. Dat maakt al dat de zorgvuldigheid van formuleren van PwC niet tot het uiterste is gegaan, denk ik. Er staan verklaringen in die niet ondertekend zijn door de personen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, ik doe er even niet mee. Ik stel ze aansprakelijk. Ik herken mijn eigen bijna nergens in. En we gaan er een eigen actie ondernemen, want dit creëert schade die niet kan. Zegt u hiermee dat... Dat is iets tussen PwC, WSG en mij. Maar zegt u hiermee dat het hele rapport, dat u eigenlijk vindt dat het hele rapport niet deugt en dat u daar helemaal niets in herkent? Ja, ik heb een klein stukje meegemaakt van de kwaliteit van de onderzoekers. Ik heb het over het rapport. Ik heb het over het rapport. Ja. Want voor ons als commissie is het belangrijk om te weten of er uitspraken of feiten in staan waarvan u zegt die kloppen. Dan kan ik u nu niet geen antwoord geven. Ik zit niet zo in de materie dat ik het ken. Want ik heb het op een gegeven moment ook niet meer serieus genomen. En ik heb het gewoon al langs de kant gezet. Meneer Span, waarom was WSG, misschien moet ik het zo zeggen, van plan een woning aan uw dochter en uw nicht te verkopen tegen een lagere waarde dan de taxatiewaarde? Wie heeft dat verteld? Dit staat in het rapport. Ja, dat is kletspraat. Dit was een complex woningen die in die verplichte druk zat om te verkopen. Woningen van 360.000 euro. Op een gegeven moment de hele markt voor gehad. Er waren mijn dochter en mijn nicht van bereid om er 345.000 en 340.000 euro voor te betalen. Een transactie die voor WSG volop inschrijvend was. Overigens netjes binnen de nieuwe governance stelsels laten lopen. En uiteindelijk gebeurt er iets, dan zegt iemand, doe een hertaxage, 365, dan laat maar zitten. De woning heeft verkocht voor 320.000 euro per stuk, plus 2 jaar renteverlies. Wat vond de Raad van Toezicht hiervan? Die was er mee eens. Alleen die hebben gezegd, laat het Peter Rager maar afwikkelen. Dat is gewoon de normale procesgang. Ja. Ik vind het alleen vreemd dat hij niet uit analyse kan komen. Het is gewoon iets wat normaal is. Ja, want u gebruikt ook het woord kletspraat. Maar beseft u dat er überhaupt een schijn van belangenverstrengeling kan optreden? Als familieleden? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Ik begrijp dat. Het wordt op allerlei manieren gebruikt. Afhankelijk van de beroepsgroep waar je in opereert is dat sterker. Het is geen criterium binnen de governance overigens. Hoor. Dus... Maar u begrijpt wel de dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. En ja, daar heb ik mijn uiterste best in gedaan. Gewoon, het is ook niet die
woningen boven kostprijs voor een goede prijs. En het fijne ervan vind ik dat ik achteraf gelijk krijg, want de feitelijk uitgevoerde transactie is veel lager dan wat ik zelf van plan ben geweest. Een van de punten uit het onderzoek van PwC zijn de vermeende ABC-transacties. Dit zijn verkopen waarbij een verkoper A aan een koper B verkoopt. Ja, nou, daar kan ik heel helder in zijn. Dat is niet gebeurd. Als u heel even wacht, meneer Span, als u heel even wacht, dan kan ik mijn vraag formuleren en dan kunt u daar antwoord op geven. Dat zijn transacties waarbij een verkoper A aan koper B verkoopt, die dit na korte tijd, soms op dezelfde dag, met een waardestijging doorverkoopt aan koper C. Dus even voor iedereen om helder te hebben wat dat voor transacties zijn. Is WSG in de tijd dat u bestuurder was ooit betrokken geweest bij dit soort transacties? Ja, met de kennis van u. Maar een ABC-transactie nu en toen is hetzelfde. Een of twee transacties zijn er uitgevoerd waarin... Nee, ABC-transacties komen trouwens aan de orde van de dag voor. Er is helemaal geen vreemd criterium overigens, hoor. Dus je zegt... Ik denk dat er nu nog dagelijks 1000 gebeuren. Alleen, in die bewuste casus wist ik op dat moment heb ik niet geweten dat daar een ABC zat. Nu wel, want vanuit onderzoek blijkt dat dat gebeurd is. Ik kan niet begrijpen waarom u toen, met de kennis van toen, niet wist dat het een ABC-transactie was. Want A, B, C, al die spelers zijn hetzelfde. Ja, de transacties zijn niet veranderd. Eén valt het niet altijd op. Je weet niet van je koopt en je beoordeelt de koopprijs. Dat is hier gebeurd. Ja, daar kan ik dan naïef in geweest. Ik heb er nog niet op gelet. Maar u zegt met de kennis van nu. Wat vindt u dan nu met de kennis van nu? Ik kan er geen zinnig woord op zeggen, maar er zijn al bezeten transacties die kloppen. En ik denk hier ook, overigens hoor. En maar met al die transacties zijn er twee geweest, dacht ik. Dus, maar wat vindt u van die transacties? Het feit dat ze hebben plaatsgevonden met de kennis van nu? Want u begon met de kennis van nu, zie ik in dat het... Nou, ze waren allebei gewoon legitiem. Er zijn mensen jaren wat werk geweest om een grondpositie aan elkaar te krijgen, wat het ze gekost heeft, dat weet ik niet. En die vallen in die ABC in elkaar. Dus u bevestigt dat de ABC-transacties plaatsvonden in de tijd dat u bestuurder was bij WSG en dat ze legitiem waren. Klopt dat? Even kijken hoor, want dan moet ik heel hier even... Ik vat samen wat u nu als antwoord geeft. Ja, maar goed, ik zit hier onder reden. Ik zeg al, de exactheid van mijn geheugen neemt af met het verstrijken van de tijd, hoor. Dus dat ga ik op deze manier niet verklaren. Ik meen dat ik dat niet weet, maar nou... Ik leg hem nog één keer voor, dan kunt u nog in tussentijd nadenken. Nee, dat gaat niet lukken. Meneer Span? Ik weet wel van één transactie in Waalwijk. De dokter Schaapmanlaan. Lijkt een ABC-transactie, en dat is hij niet. De man van wie wij gekocht heeft, heeft zelfs een stedenbouwkundig proces moeten doorlopen. En met een stedenbouwkundige bestemming op waar wij die grond. Meneer Span, met de kennis van nu... Zijn we met elkaar in ieder geval over eens dat er ABC-transacties plaats hebben gevonden bij WSG? Klopt dat? Eentje. Maar die was legitiem. Ja, en daarvan zegt u dat die nog steeds legitiem zijn? Ja. Kijk naar mijn collega Oskam. Gaat het over het project Schaapmanlaan? Schaapmanlaan, ja. Oké. Okay. Nou, het is net al gememoreerd. De Volkskrant heeft uitgebreid over WSG gerapporteerd in juni 2013. En in dat artikel staat ook dat die 117 miljoen overheidssanering, die saneringssteun, volgens u te danken is aan paniekvoetbal. En wat bedoelt u daarmee? Welk artikel? Een artikel in de Volkskrant van juni 2013. Heb ik niet gezegd. Heeft u niet gezegd? Ik heb geen interview met de Volkskrant gegeven. Heeft u wel een interview met... andere dagbladen of kranten gegeven? Als u goed volgt, ben ik helemaal bij de pers weggebleven. Ja? En ik heb het bedrijf geen schalenappel. Oké. En BN De Stem, heeft u daarmee gesproken?
niet langer dan 3-4 minuten. Maar heeft u daar dan verteld over dat paniekvoetbal? Dat u vond dat het niet handig was opgelost? Nee. Tegen andere mensen gezegd die dat misschien aan de pers hebben doorgegeven? Nee, ik denk, u citeert mij, maar de Volkskrant heeft met een advocaat gesproken. Nou ja, goed, dat kan ook. Daar was ik niet bij. Nee. En heeft u van uw advocaat gehoord dat hij het woord paniekvoetbal heeft gebruikt tegen de krant? Ik heb het niet over gehad. Niet over gehad. Dan is de vraag, vindt u het paniekvoetbal? Ik heb geen idee. Wat vindt u ervan, hoe het gegaan is nadat u weg ik, was? Ik vind, van, ik begrijp dat. Ik snap denk ik wel hoe, dat, hoe de sector werkt, hoe het in elkaar zit. Hoe de ene zaak naar de andere vloeit. En dat de minister binnen aan de nieuwe leiding van het Centraal volgens deze stap hebben, begrijp ik heel erg goed. Want er is nogal wat gebeurd. En het is heel verstandig om de corporatie op deze manier overeind te houden en klaar te maken voor de toekomst. En dat daar niks, niet na een reeks van stappen, wie wat, hoe, dat resulteert in een renteloze lening om dat probleem op te lossen. Dat dat nodig is, snap ik ook, want er is geen bank die nou de aflossing gefinancierd. Nou, 5, 6 keer 20 miljoen aan die aflossingsverplichting is die steun die ze heel hard nodig hebben. Mm-hmm. Maar als u nou was gebleven als directeur, hoeveel had de overheid dan bij moeten lappen om het te redden allemaal? Dat had ik ook geen dat weet u niet. Nee. Ik zou mijn best hebben gedaan op nul. Okay. Nou, kwam naar meneer Ruigrok. Kwam de heer Erens, hè, die werd interim directeur. En die heeft u ook genoemd. En die heeft over u gezegd dat u graag grond wilde kopen. En dat u daarbij zo ver ging dat u meer bood dan andere woningcorporaties. Ja. Herkent u dat? Nee, joh. Nee? Dan moet het uit ons circuitje komen of zo. Dat allemaal op verjaardagen tegen elkaar verteld wordt. Of... Heeft u dat wel eens gehoord dat u die naam had in de sector of niet? Ja, maar dan moet je hem ook verdienen. Hè? Dan dus in processen waarin je samen of biedt en je biedt ze weg. Dan moet dat gebeurd zijn. Ik ken overigens maar vier gevallen waar we als partijen uitgenodigd werden om te bieden, heb ik ze alle vier verloren. Oké. Dus dat klopt niet dat u de overboden heeft? Het verbaast me zo van, het zou best een keer gebeurd zijn, maar dan weet ik het niet. Want wat vindt u daarvan? Was het me niet kent, maar dat een ander meedeed. Wat vindt u daarvan als corporaties tegen elkaar opbieden om gronden te kopen of huizen te kopen? Dat vind ik, ik vind dat goed. Kijk, of de grondpolitiek gaat terug naar de gemeente, is het ook goed. Want in die tijd, in de jaren 80 functioneerde uitstekend. En anders gaat er meer de dingen eroverheen. Hè? Dus, maar in het geval de grond van de overheid is, gaat geld naar de overheid. Maar als de grond van een commerciële partner is, dan is het toch eigenlijk verspilling van maatschappelijk kapitaal? Dat is de vraag. Nou ja, de vraag kan u. Als hij daardoor posities kan innemen tegen lage grondkosten die hij op een andere manier niet zou kunnen kopen, dan doet hij volgens mij een hele goede zaak. Ja, die partij wel, maar als twee woningcorporaties tegen elkaar opbieden en de prijs wordt daardoor hoger dan dat je er normaal voor betaalt, dan lekt het toch geld van woningcorporaties weg? Ja, maar in een vrije mededingingssituatie weet je dat niet, als het goed is. Nee. Ja, dan weet je het niet. Nee, maar ik bedoel echt met overbieden. Kijk, als je allemaal inschrijft, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar als de een zegt, we bieden zoveel duizend euro of zoveel miljoen euro, en de ander zegt, nou, maar dan geef ik meer, want ik wil per se die grond hebben. Ja, dan kost het toch extra geld. Kijk, ik ben wel eens ingesproken. Maar dat zijn dan geen gronden. Of complexe, door gemeente en maatschappij gewenste complexen gekocht. Die een ander op een of andere manier niet deed en die bij ons wel paste. Maar pas wanneer iemand anders afgehaakt was. Ja. Maar overbieden, in wat voor situatie dan ook, het zal misschien best voor gekomen zijn, maar ik weet ze niet. Ik kan me eigenlijk wel vier situaties herinneren dat het andersom is gegaan. Ja.
Nou, door WSG is Geert Truidenberg flink in het nieuws geweest. En de gemeenteraad heeft dan ook besloten om een raadsenquête uit te voeren. Heeft u daar aan meegedaan? Nee. Nee, waarom niet? Omdat ik middenin... inmiddels al 3 jaar voel ik het zelf juridisch gestalkt. Dat is een hele lastige periode. Veel mensen zullen misschien zeggen terecht of niet. Dat past niet in de... In de juridische strategie? In de juridische context, nee. Maar zou u wel graag uw verhaal willen doen? Zou u graag willen uitleggen waarom u heeft gehandeld zoals u heeft gehandeld? Ja. Ja, het komt er een beetje twijfelend uit, hè? Ja, kijk, met verloop van de tijd wordt alles vloeibaar, hoor. Gelukkig, want anders had ik het niet volgehouden. Nou, u heeft niet meegedaan, maar die raadsenquête die is inmiddels natuurlijk wel voltooid. En een van de conclusies die daaruit komt, is dat de gemeenteraad vindt dat de gemeente Geert Truidenberg eigenlijk te weinig zakelijk is geweest. Te weinig professioneel in de richting van WSG. En daardoor dat dingen niet goed op papier zijn gekomen in de contracten. Hoe ziet u dat zelf? Ja. Kijk, die dingen gaan op een gegeven moment in de politieke context een bepaalde weging krijgen. Ik vind daar niks van. Ik vind wel dat de gemeente Geert Truidenberg zich professioneel op heeft gesteld. En dat de ontwikkelingen, maar niet alleen van WSG in het dorp, ze ook in financiële zin geen windeieren heeft gelegd. Maar dat is ook niet meer in zijn mening. Ja. Nou, nog even terug naar het punt van mevrouw Hatschi, die 117 miljoen saneringssteun. WSG heeft het nog steeds moeilijk, hè, dus niet helemaal gered. De vraag is, hoe kijkt u daar zelf op uw eigen rol op terug? Voelt u zich er verantwoordelijk voor of medeverantwoordelijk? En vindt u dat u dingen anders had moeten doen om dit debakel te voorkomen? Ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Ik vind het wel heel erg vervelend dat het heeft moeten gebeuren. En waarom voelt u zich niet verantwoordelijk? Want u was de baas. Ja, maar ik ben bij die processen niet meer bij geweest. De processen die zich afspeelden vanaf, zeg maar, denk al december 2010 tot en met de steunmaatregelen. Ja, toen gebeurde alles van verkopen, fuseren bij Vestia, delen splitsen. Ik kan niet kwantificeren wat daar gebeurd is, maar daar voel ik me eigenlijk niet verantwoordelijk voor. Maar dat is natuurlijk ook bij de casus Vestia aan de orde gekomen. Dat mensen zeggen, ja, toen ik weg was, toen zijn andere mensen het gaan oplossen en dat hebben ze niet goed gedaan. Dat zeg ik ook niet, hè? Nee, dat zegt u niet. Dat zegt u niet. Maar ik zeg het wel even dat het daar zo gezegd is. Maar waar het hier om gaat, is dat totdat u wegging, toen u de baas was, toen zijn die gronden gekocht en dan was er geen woonbestemming en dan waren de waarschuwingen van het Centraal Fonds en dan waren de waarschuwingen van het Waarborgfonds en er is de kritiek van de Raad van Toezicht dat u niet altijd alles open en eerlijk heeft verteld. En dat is wat andere mensen u verwijten. En mijn vraag is dan toch, als u dat zo hoort, denkt u dan niet van ja, dat had eigenlijk wel beter gemoeten? Om zal ik mensen genoeg die mij niks verwijten, hè? Gelukkig. Heel veel. Maar, geeft u eens antwoord op de vraag? Ja, ik geef antwoord op de vraag. Ik denk dat wij een super volkshuisvesting zijn geweest. En er zit wel presteren voor klanten. Betaalbare huren, hoge kwaliteit, geen huisuitzetting, geen klachten, al die elementen kloppen. Dat er een ambitie passen die 100% sporen met het Rijksbeleid, 100.000 woningen per jaar, die 100% sporen met provinciaal en gemeentelijk beleid. Ja, en er komt iets tussendoor wat ik toch niet heb kunnen beheersen. Maar ik heb dat steeds in het gesprek geprobeerd door te voeren. Ik heb steeds gezegd, u bent ambitieus, u bent optimistisch, hè, u heeft goede dingen gedaan. Zeker, maar waar het nu even om gaat is toch dat 117 miljoen bijgespijkerd moest worden. En de vraag is, voelt u zich daar verantwoordelijk voor? Ik heb de stellige verwachting dat bij een goede bedrijfsvoering dat ruiteloos voorschot niet voor de sector verloren is. Dank u.
Dank meneer Oskam en mevrouw Hashi. Ik geef ook nog even het woord aan collega Mulder. Ja. Ja, meneer Span, ik heb vanochtend goed geluisterd naar u. U heeft een paar dingen gezegd. U zei, WSG had goede producten. Dat was een goede prijs-kwaliteitsverhouding. U zei net, wij waren een super volkshuisvester. Nou, misschien wat niet, maar een goeie. Een goeie. En tegelijk ziet u de intrekking van uw tekenbevoegdheid niet aankomen. U neemt het rapport over uw integriteit van PwC niet serieus. En als de heer Evert Erens hier beweert dat u heeft te veel heeft betaald voor grond, zegt u nee joh. Dat roept het beeld op wat u nou eigenlijk bent. Voelt u zich nou een miskend talent? Of was u een corporatiedirecteur met oogkleppen op, of misschien zelfs een blinddoek, die niet luisterde naar signalen van de buitenwereld? Ik heb geen psychologie geanalyseerd. Ik kan deze analyse niet maken. Ambitie, de volkshuisvestelijke willen presteren gewoon voor de klant, dat stond voorop. En ik denk niet dat ik ook kleppen op had. Maar goed, die kwalificatie wil ik die over mezelf geven. Dus vertelt u maar wat u naartoe wil. Ik begrijp het niet precies. Dank. Dank meneer Mulder. Meneer Span, we zijn aan het einde gekomen van het openbaar verhoor. Dank, ook aan meneer Deel. Ik sluit deze vergadering.